Zijn we er klaar voor? Welkom beste mensen allemaal bij dit Hartslagcafé, een initiatief van Stichting Generalen van de Universiteit. Goed dat jullie er allemaal zijn. Eerst een huishoudelijke mededeling. Er zijn wat camera's, die maken wat opnames. Maar ben maar niet bang dat je in beeld komt. Dus behalve dan de mensen die hier op het podium zitten. Dus ter geruststelling. Goed, vanavond. We herinneren ons misschien allemaal nog wel dat Mark Rutte midden in de chaos van de coronacrisis bij de straatrellen op een gegeven moment zei van hey, die sociologische bespiegelingen, daar heb ik niet zoveel mee. Die hebben we niet nodig. Nou, goed, dat moet je natuurlijk niet te vaak zeggen, want ik denk dat wij het tegendeel moeten bewijzen. Dus vandaar deze avond, om die sociologische bril eens op te zetten en te kijken van waar we in de maatschappij mee te dealen hebben. We hebben geen specifiek thema gekozen voor deze avond, in tegenstelling tot vaak andere avonden die we hebben. Maar we hebben de vraag voorgelegd aan een aantal van onze sociologen op de universiteit om iets met betrekking tot de actualiteit te doen. De vraag is natuurlijk, wat is actueel? Nou goed, de oorlog in Oekraïne is actueel natuurlijk. Een week of vijf geleden hadden we ook hier een hele avond daarover. Die gaan we niet overdoen. Maar Oekraïne komt natuurlijk wel terug vandaag. Maar in de voorbereiding van deze avond was er ook nog iets anders aan de hand. Dat was grensoverschrijdend gedrag met The Voice en Ajax. En eigenlijk zou die avond, deze avond, daar helemaal over gaan. Maar het is alweer oud nieuws, dus het komt niet te sprake. En we verzinnen een keer iets anders. Daarmee. Het is er wel, maar het is niet meer in de krant. Goed. Wat is dan wel actueel? Ja, sluimerende processen kunnen ook actueel zijn op het moment dat er een krantenberichtje opeens verschijnt van hey, er is ergens iets aan de hand en dat kan zomaar opgepikt worden. Of wetenschappers of sociologen hebben zelf onderzoek gedaan en denken van hey, dit is de timing om het naar buiten te brengen. Dan maak je ook iets actueels. Goed, we hebben vijf sociologen in ons midden. Eén daarvan poëet en student. En vier wetenschappers van beroep. Deze vier krijgen een kwartier de tijd om iets ter sprake te brengen. Vervolgens na elke bijdrage is er wat tijd om in discussie te gaan of in ieder geval vragen te stellen. En dat kunnen ze onderling doen, maar jullie zijn ook van harte uitgenodigd. En ik loop straks met de microfoon daarvoor rond. Goed, dan een korte vooruitblik. Twee van de bijdragen zullen gaan over het waardepatroon rondom Oekraïne. Kees de Groot stelt de vraag, wat is heilig met betrekking tot waarden rondom Oekraïne. En Tim Reeskes, die straks er zal zijn, die hebben we gevraagd om te raden te gaan bij de European Value Studies. Dus dat is een grote database waaruit je van alles kunt halen. Na de pauze hebben we ook Kita Muis aan het woord. En zij heeft als haakje gekozen de gemeenteraadsverkiezingen. Want die zijn er ook nog komende week. Zijn we bijna vergeten, maar het is echt waar. En die gemeenteraadsverkiezingen zijn ook in Goorlen, kan ik alvast vertellen. En Kita, die stoorde zich aan de campagneuitspraak van Mark Rutte. Dat we in een mooi en gaaf land wonen. Of stoorde zich. Ze vroeg zich in ieder geval af van over wie heeft hij het dan? En over wie heeft hij het niet? Maar we beginnen met Peter Achterberg. Hoogleraar sociologie hier in Tilburg en ook departementsvoorzitter. En Peter stelt zich de vraag, wie denkt er eigenlijk dat wetenschap maar een mening is? Zo, dus kom maar op, Peter. Kees en Kita, jullie zijn welkom om hier bij het panel te komen zitten. Peter, het is aan jou. Hoe ga ik dat doen? Met deze microfoon? Oké.
Als ik gewoon zo. Oké. Nou, hartelijk dank. Inderdaad, ik ben Peter Achterberg. Fijn dat jullie er zijn. Ik krijg 15 minuten de tijd om iets actueels te vertellen. En Has die mailde mij een poosje terug. Kan je iets actueels vertellen? Toen zei ik, ik heb de keuze tussen dit en dit. En toen heeft hij dit gekozen. Mijn laatste onderzoek naar de vraag wie er eigenlijk denkt dat de wetenschap ook maar een mening is. Ik denk van ja, is het nou zo gepast in termen van actualiteit? Terwijl we alleen nog maar denken over Oekraïne. Nou, veel van de dingen die ik ga vertellen, denk ik, kunnen ook worden toegepast op Oekraïne. En heel veel van de denkbeelden die langs gaan komen, eigenlijk zie je precies hetzelfde patroon constant. Over de vraag of alle informatie die waar is, als het gaat om Oekraïne, of dat nou een mening is, geproduceerd, propaganda, of dat soort shit. Maar ik richt me er niet specifiek op. Andere collega's komen dan straks wel. Ik ben een cultuursocioloog en ik doe gewoon de hele tijd onderzoek naar de vraag wat iedereen constant denkt over de wereld. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat kan van alles zijn. Dat kan godsdienst zijn. Ik doe soms ook wel eens samen met Kees een projectje rond godsdienst. Het kan zijn over politiek, maar het kan ook zijn over wetenschap. Daar ben ik een paar jaar mee bezig. Mensen hebben allerlei ideeën over de wetenschap. En ik raakte eigenlijk geïntegreerd door dit soort voorbeelden. Hè. Hebben jullie wel eens gezien op internet? Die hele Flat Earth Society. Van die mensen die dan eigenlijk geloven, die aarde die is gewoon plat, joh. Weet je? En dat gaan we aantonen ook. Hè. Daar komt het eigenlijk om neer. En dan zie je in één keer dat als je daar een beetje oppervlakkig naar kijkt, dan denk je, die gasten die houden helemaal niet van de wetenschap. Die staan eigenlijk diametraal tegenover de wetenschap. Maar dan ga je naar zo'n conferentie van die gasten zitten kijken. En dan vervolgens zie je dat zij experimenten aan het doen zijn. En allerlei wetenschappelijk-achtige methoden aan het uitvoeren zijn. Om hun, laten we zeggen, theoretische argumenten een beetje kracht bij te zetten. En dat vind ik interessant. En dan denk je, wat is daar toch aan de hand? En je hebt dat ook met klimaatwetenschapontkenners. Hè? Die gasten die zitten eigenlijk ook de hele tijd ofwel de wetenschap enorm te ontkennen. En iedereen die maar kritisch is ten aanzien. Iedereen die iets voorstelt in de klimaatwetenschap wat te ondermijnen. Maar tegelijkertijd proberen ze met allerlei wetenschappelijk aandoende argumenten, hè, empirische argumenten vaak, hun eigen argumenten een beetje kracht bij te zetten. En dat vind ik mooi. Wat dichter bij de actualiteit. We hebben niet zo heel lang geleden hebben we de stop de vaccinatiesprotesten gehad. In heel Nederland eigenlijk wel. Vooral op het Museumplein natuurlijk. En ook deze mensen. Hè, mensen die allerlei vaccinaties niet willen omarmen. Daar zie je niet een algehele weerstand ten aanzien van de wetenschap. Maar tegelijkertijd zie je ook dat ze allerlei empirische argumenten verwijzen naar onderzoeken en dat soort dingen. Dat zou eigenlijk niet helemaal moeten passen als je echt algemeen tegen de wetenschap bent. Iets langer geleden, de boeren, protesten bij het RIVM, vond ik super interessant. Waarbij ze zelf dan op een gegeven moment echt van overtuigd waren dat het RIVM, gegevens rond die stikstofonderzoeken eigenlijk een beetje aan het manipuleren was geslagen, aan het overinterpreteren. Hebben de data opgevraagd, hebben ze zelf onderzoek naar gedaan. Kwamen dan met heel andere resultaten, die dan vervolgens ook weer ontkracht werden. En het werd één grote puinhoop. Hè? Dus aan het einde wist bijna niemand meer of we nou met een stikstofprobleem zaten of niet. In ieder geval die boeren die hadden er genoeg van. En de rest van Nederland die zat vol met vraagtekens. En dat soort ik kan door blijven gaan. Hè. De WHO-betwijfelaars vinden het een heel mooie. Want de WHO dicteert met een D-beleid van het RIVM. Maar goed, al deze mensen staan niet alleen. Hè. Ik zou haast zeggen Erik Wiebes. Hè. U wel bekend. Oud-minister, voorheen staatssecretaris. Ik denk dat hij dit gezegd heeft toen hij nog staatssecretaris was. Verwijzend naar toen hij gevraagd werd naar een of ander onderzoek, zei hij, er zijn allemaal wetenschappers die allemaal dingen beweren. Ja, zo is het. Dus daar hebben we op zich niet zoveel aan. En ook de koning en koningin nu, toen ten tijde van het Boutonderzoek, die ging naar Argentinië, om eens te kijken wat nou precies de rol van die vader van Maxima was. En dat was ook maar een mening, hè, volgens de koning. Werd er een beetje mee in verlegen. Dus eigenlijk alle mensen die constant de wetenschap als ook maar een mening wegzetten. Of daar een andere mening proberen te onderbouwen.
ja, die mensen staan niet alleen. Hè. Eigenlijk lijkt het best wijdverbreid. En toen leek het me leuk om daar eens onderzoek naar te doen. Te meer omdat bijvoorbeeld Hans Klevers, dat is een van de oude eindbazen van de KNW, het hoogste wetenschappelijke instituut van Nederland, wees naar dit soort fenomenen en dacht van ja, dat gaat niet goed. Na de dominee en de dokter is nu ook de autoriteit van de wetenschapper niet langer vanzelfsprekend. Bovendien worden wetenschappelijke bevindingen vaker bekritiseerd door mondige burgers, en de koning dus, en soms ook maar als een mening in de touwen gedrongen. Toen raakte ik benieuwd van ja, hoe zit dat dan? En in de wetenschappelijke gemeenschap, er zijn een paar quotes in het Engels, ik heb ze niet vertaald, maar ik denk, is zo langzamerhand het idee van de grootschalige crisis uitgebroken. Helen en Parr, meer dan 20 jaar geleden, schreven dit in het tijdschrift Nature, de relatie tussen de wetenschap en de samenleving is volledig kapot. Daar komt het eigenlijk op neer. King & Short, in het meest gezaghebbende biologische tijdschrift, nog eens een keer even dunnetjes overgedaan. Iets meer woorden hebben ze ervoor nodig, zoals je ziet. Maar de boodschap is hetzelfde. Het gaat niet goed, mensen. Dit is één grote puinhoop. Dan kom ik een beetje op het thema van vandaag. Hè, dat eigenlijk, ja, je kan allerlei aspecten onderzoeken. Ik heb heel veel aspecten hiervan onderzocht. Bijvoorbeeld of het vertrouwen daadwerkelijk omlaag gaat. Niet echt. Hè? Dat er ook positieve kanten zijn aan al die mensen die enorm kritisch staan ten opzichte van de wetenschap. Dat ook. Maar vandaag wil ik het hebben over epistemologische onzekerheid. Hè? Colin Campbell, een belangrijke cultuursocioloog uit Engeland, die heeft in 2007 heeft hij een heel mooi boek geschreven, als je geïnteresseerd bent, The Easternization of the West. Waarin hij in feite laat zien hoe dat Oosterse, ja, vooral religieuze invloeden, steeds meer een rol beginnen te spelen in de westerse samenleving. Maar hij merkt ook op dat er een soort epistemologische revolutie is, waarin directe ervaring en van wat echt is veel belangrijker wordt dan de echte waarheid zelf. Hè? Dat mensen steeds meer willen geloven in hun eigen observaties, in hun eigen ideeën over wat er waren ze niet, en hun eigen ervaringen die zij hebben en die als echter willen aanschouwen dan als toevallig een wetenschapper zegt dat iets echt is of niet. En Lisbeth van Zonen die heeft het over epistemology, hè, zeg maar een sterke verankering van waarheid in het zelf. Hè, want dat vinden mensen tegenwoordig heel belangrijk. En als je echt wil weten of iets waar is, dan moet je vooral te raden gaan bij jezelf. En zij is een cultuurwetenschapper. En observeert dit in heel veel culturele uitingen, vooral series zit zij vaak te analyseren. Maar ik denk, misschien zit daar ook iets in de Nederlandse samenleving. Hè. Dus ik ben een kwantitatief onderzoeker, dus ik werk heel graag met vragenlijsten. Ik heb dus een vragenlijstonderzoek gedaan naar deze stelling in feite. Geloven mensen wel dat wetenschap eigenlijk ook maar gewoon een mening is? En welke mensen zijn dat dan? En waarom? He, gewoon daar komt het eigenlijk op neer. Want dat zou eigenlijk zo'n soort post-truth tijdperk een beetje inluiden. En ja, weet je wel, je hoort dat de hele dag door. We zitten er helemaal middenin. Dus dan is in feite de vraag, ja, klopt dat dan? He, is dat zo? Welke mensen doen dat dan? Heb ik gedaan. Epistemologische onzekerheid heb ik niet alleen maar gevraagd. Dus ik heb bijvoorbeeld, even kijken, waar staat die? Wetenschappelijke kennis is uiteindelijk ook maar gewoon gebaseerd op een mening, heb ik gevraagd. Ongeveer 20% van de mensen is het er enorm eens met die stelling. Of een beetje eens, maar in ieder geval wel eens. Ik heb nog een paar andere vragen. Hè. Dus de diagnose van medische specialisten zijn vaak debatable. Hè. Ze zijn voor meerdere interpretaties vatbaar. Het Nederlandse instituut voor het RIVM geeft alleen maar informatie uit die voor hen goed uitkomt. Daar is ook meer dan 17% of zo het mee eens. Maar ik heb ook andere institutionele domeinen heb ik ook bevraagd. Politici vertellen nooit de waarheid. Scoort enorm goed. Mensen denken dat bijna allemaal zo te zien. Meer dan een derde van de mensen denkt ook dat de rechtsstaat eigenlijk ook maar gewoon een soort mening is. Hè? Dus rechterlijke uitspraken zijn uiteindelijk ook niet meer dan een interpretatie van de rechter. Het avondnieuws, dat wordt weer wat positiever bezien. Economische prognoses van banken, dat is ook maar gewoon een beetje gokwerk. En
beleidsdocumenten die geproduceerd zijn door ambtenaren, zijn eigenlijk ook niet meer gewoon dan de opinie van ambtenaren. En je ziet over de hele range, zie je dat er best veel steun is voor dit soort denkbeelden. Hè? Dus laten we even een beetje gaan generaliseren, ongeveer 20% van de mensen, een vijfde, is het eigenlijk wel eens met dit soort stellingen. En dat vond ik interessant, dus dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon geprobeerd, hebben er een schaal van gemaakt, heb allemaal samengenomen. En vervolgens gekeken van, ja, wat verklaart dat dan? Welke mensen zijn dat zoal? Nou, leeftijd, ja. Dit betekent, als je aan die kant zit, betekent het oudere mensen. Dus oudere mensen zijn vaker wat meer die mening toegedaan dan jongere mensen. Wat wel opvallend is. Stedelijkheid, niet zo heel erg, maakt niet zo heel erg uit. Vrouwen, iets minder dan mannen. Hoe hoger je inkomen, hoe minder je die mening bent toegegaan. Maar vooral, hoe hoger je opleidingsniveau, mensen met een heel hoog opleidingsniveau denken bijna nooit, wetenschap is ook maar een mening. Mensen met een laag opleidingsniveau denken vaak, ja, wetenschap is ook maar een mening. Hè? Er zit wel wat in. En daar wilde ik wel even op doorgaan. Dus hier zijn die verschillen nog een keer. Hè? Dus we hebben basisschoolopleiding. Tot en met WO, wetenschappelijke opgeleide. En je ziet dat daar een soort neergaande trend is. Het is niet helemaal recht naar beneden, zou ik maar zeggen. Maar er zijn aanzienlijke verschillen die behoorlijk bepalend zijn voor hoe je denkt over wetenschap, of dat ook maar een mening is of niet. Zien jullie het aan die kant ook of niet? Sta ik er enorm voor, want dan stap ik opzij. En vervolgens is de vraag, ja, hoe kan je dat nou verklaren? Hoe is het nou in godsnaam mogelijk dat die verschillen bestaan? Nou, ik heb er twee soorten verklaringen voor. En de eerste verklaring gaat over maatschappelijk onbehagen. Over, laten we zeggen, die pijn in je buik, onderbuikgevoelens die mensen kunnen hebben. Uit heel veel onderzoek blijkt dat vooral lager opgeleiden dat wat meer hebben dan hoger opgeleiden. En in de sociologie onderscheiden we twee vormen van maatschappelijk onbehagen. Aan de ene kant heb je anomie. Zeg maar het soort gevoel bedreigd te worden door de complexiteit van de sociale orde, dat alles onvoorspelbaar is, dus één grote teringzooi of chaos is, waar nodig is een keer een beetje orde in geschept moet worden. He, dus een beetje fatsoenlijk regelmatig netjes maken van de maatschappij, laat maar zeggen. He, dus dat hele idee dat alles wat er gebeurt veel te veranderlijk is, veel te onvoorspelbaar, helemaal gespeend van zin. Hè, dus de dingen zomaar gebeuren en dat moet eigenlijk ook niet kunnen. Dat idee. Aan de andere, hè, dus eigenlijk is dat het idee dat er te weinig institutionele sturing is. Hè, dus dat er te weinig mensen een morele leidraad voelen waar vervolgens ze kunnen leven. Hè, laat ik het zo maar zeggen. En dat alles wat ze meemaken, dat het ook op een of andere manier zin heeft. Hè, daar komt het op neer. Daaronder, hè, een ander idee, dat is vervreemding. Dat is eigenlijk in zekere zin het tegenovergestelde idee. Daar is niet het gebrek aan sturing, maar juist een teveel aan sturing. Ik ga ervan uit dat heel veel mensen hier bijvoorbeeld zullen werken. Stel je voor, je hebt een baas die de hele dag op je in zit in te rammen gewoon wat jij de hele dag moet doen. De hele dag, hij laat je niet met rust. Jij wil gewoon je werk doen, maar ja, je komt er niet naartoe, omdat die baas constant maar met zijn grote mond er doorheen begint te spelen. Dan is er ook nog een bureaucratie die maar op je in blijft beuken en allerlei eisen stelt aan jou en je nooit met rust laat. Waardoor je op een gegeven moment denkt, Jezus man, als dit het is, doe me dan maar niet. Ik wil een beetje vrij zijn. Dat idee, dat is vervreemding. Het gevoel dat de bureaucratie en de institutionele omgeving om je heen je helemaal kapot aan het maken is en dat jij niet echt vrij kan zijn. En nou, deze twee dingen, vreemd genoeg, worden vaak onder één hoedje geschaard als maatschappelijk onbehagen. Een van die twee vormen is het altijd. Heel veel onderzoek laat zien, lager opgeleide zijn ook vaker anomisch. Lager opgeleide zijn ook vaker vervreemd dan hoger opgeleide. Die ervaren veel meer vrijheid. Die ervaren ook minder problemen met de morele orde. Het eerste probleem. Nou, dat kan je onderzoeken. Het tweede vertrekt, dus vanuit het idee dat lager opgeleide vaak tegen hoger opgeleide een soort weerzin beginnen te ontwikkelen, omdat hoger opgeleide alles bepalen. Er is een boek verschenen, niet zo heel lang geleden, maar eigenlijk is het al een herdruk van Baker. Dat heet The Schooled Society, waarin hij in feite uitgaat van het idee dat de hele samenleving zo langzamerhand een samenleving ingericht wordt voor hoger opgeleiden. Hoe hoger je opgeleid bent, hoe beter het is in deze samenleving. Want ja, alles wat er maar gebeurt, is op jou gericht. We leven in een kenniseconomie.
jij bent een hoogopgeleide, je weet perfect hoe je daarin moet navigeren. Alle instituties worden ook bewoond, hè, door institutionele experts die ook, hè, toeval bestaat bijna niet, hoogopgeleid zijn. En we hebben het gezellig met elkaar, hè, wij hogeropgeleide onder ons. Alleen die lageropgeleide, die gasten, die kunnen bijna niet meer functioneren. Hè. Bijna alles is te moeilijk in die samenleving. Die robuuste cultuur van opleiding die alle facetten van het leven beïnvloedt, die merken zij elke dag. Voor de rechter moeten ze zich verantwoorden. Ze moeten van de overheid formulieren invullen die ze niet begrijpen. Ze worden er helemaal gek van en willen zich daartegen teweerstellen. Hè. En volgens Baker zegt dat ook, die massa-educatie zorgt ook voor, laten we zeggen, de ideologie die zo omvattend is, dat in ons soort samenlevingen die gasten in feite ook geen kans hebben. Hè. Daar komt het eigenlijk op neer. En Kobe de Keren, een Amsterdamse socioloog, eigenlijk van origine een Vlaamse socioloog, zei ook, dat kan weerstand onder hen opwekken, onder hen die juist niet mee kunnen komen in dit soort samenleving. Nou, dat wilde ik wel onderzoeken, hè, door te kijken naar of die opleidingsverschillen niet alleen door anomie en vervreemding voorgeschiet, maar ook deze slide, we komen eigenlijk door institutionele kennis en verschillen in cognitieve vaardigheden. Hè. En dat heb ik dan gedaan. En dan blijkt dit, alles werkt, hè, dus eigenlijk alle verklaringen waar ik het over had, die kunnen goed verklaren waarom die lager opgeleiden vooral denken, die wetenschap, dat is ook maar flauwkul, dat is ook maar een mening. En die hoger opgeleiden niet. Maar vooral die anomie. Hè, vooral de anomie, het idee dat er geen morele orde meer zit, dus ook in de wetenschap, dat is superbelangrijk als kritiekpunt voor die lager opgeleiden ten opzichte van die hoger opgeleiden. Nogmaals, die andere verklaringen, die verklaren ook wel iets, maar veel minder van die verschillen tussen hoger en lager opgeleiden dan die anomische verschillen. Nou, ik heb geen idee, hoe gaat het, Has? Waar is Has eigenlijk? Ik weet niet. Het sluit, dus precies, oké. Okay. Ik wou zeggen, ik begin me al zorgen te maken. Oké, okay. Dus één, een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking deelt eigenlijk de mening wel dat wetenschap ook maar een mening is. Dat is trouwens ook maar gewoon een mening, hè, want wat is eigenlijk precies aanzienlijk? Hè, dat is ook maar een waardeoordeel, dus daar kan je meteen mijn vraag over stellen, zometeen van hoe hoog is dan aanzienlijk? Dat weet ik ook niet. Maar goed, opleidingsniveau is een hele sterke breuklijn als het gaat om het bepalen van wie er denkt dat wetenschap ook maar een mening is. En die verklaring daarvoor is vooral moreel. Hè. Het is een morele kritiek op ons soort instituties, wetenschap, maar ook de rechtsstaat, de politiek, de media. Waarbij mensen in feite niet meer zien wat de zin van dit soort instituties is. Hè. En beginnen ze dit soort ideeën van dat wetenschap maar een mening is ook maar te omarmen. Ik denk dat het wel superbelangrijk is in termen van bijvoorbeeld communicatie over wetenschap zelf. Hè. Omdat je ziet het bijvoorbeeld bij de coronacrisis, je ziet het bij de klimaatcrisis. Als wetenschappers niet meer goed over het voetlicht kunnen krijgen wat de centrale boodschap is, dan wordt het ook heel lastig om ook lager opgeleide mee te krijgen in die boodschap. Dus misschien kunnen we het er nog even over hebben. Maar dat was hem in de notendop. Ik hoop dat ik niet te ver ben uitgelopen. Dank u wel. Dank je wel, Peter. Goed, mag ik iemand al het woord geven of gaan we Peter eerst maar eens vragen of hij zelf ook vindt dat we in een crisis zitten wat dat betreft. Want je hebt je geeft aan met dikke letters crisis, maar onderschrijf je dat ook? Nee. Okay. Je moet geen gesloten vraag stellen, dan geef ik gewoon een gesloten antwoord. Ja, nee, misschien kun je toelichten. Ja, weer een gesloten vraag, zie je dat, hoe dat werkt? Goed, ik zal het maar toelichten. Kijk, ik denk niet echt dat er een crisis is. Vooral bijvoorbeeld vanwege het feit, waar ik net ook al een beetje op inleidde, is dat al die kritische groepen, al die complottheoretici, al die flat earthers, maar ook vaccinatiebetwijfelaars, klimaatontkenners, weet ik veel wat, die constant laten ze zien dat de wetenschap superbelangrijk is. He, er is ook een socioloog die heeft ook laten zien, of eigenlijk beweert, van moet je nou kijken hoe belangrijk de wetenschap is. Zelfs de mensen die die wetenschap proberen te ondermijnen, doen dat nog in wetenschappelijke termen. En dat laat tegelijkertijd ook de enorme populariteit van dit van de wetenschap zien. Jullie hebben allemaal Discovery Channel. Iedereen zit echt godganse dag CSI te kijken en allerlei wetenschappelijke programma's, zoals het instituut of weet ik veel wat. Ja, het toont aan dat er geen crisis is. Hè. Het toont aan dat mensen op een andere manier over wetenschappelijke instituties misschien aan het denken zijn, maar de wetenschap op zich niet. Uh,
Dus ja, het is een beetje genuanceerder dan één grote teringzooi. Dus maar sinds de opkomst van Donald Trump hebben we het toch ook met een post-truth samenleving te maken. Ja. Is dat niet een crisis? Ja, weet ik. Ja, wat is een crisis dan? Ik bedoel, al die mensen die houden ook enorm van de wetenschap. Dus willen op een of andere manier toch iets met wetenschappelijke argumenten. Als ze echt zouden denken dat de wetenschap niet is, dan gaan ze gewoon zeggen, ah man, het voelt gewoon niet zo of zo. Dan beginnen ze onwetenschappelijke argumenten te geven. Maar heel vaak zie je dat toch best beperkt is. En proberen mensen zich juist aan de hand van om zich te beroepen op de wetenschap. En door dat te doen, de wetenschap die hen niet bevalt, te ontkennen. Dus het is gewoon genuanceerder. Dus ik zou het niet als wetenschapscrisis willen noemen of zo. Dat gaat gewoon te ver. En daarbij, laat ik ook zien. Ik heb net gezegd, 20%. Betekent dat 80% eigenlijk best koosjere ideeën heeft of zo. Ja, ik weet niet wat dan de grens is. Dus, ja. Maar die 20%, is dat, heb je dat ook op lange termijn een beeld op? Nee. Dus, ik heb twee keer dit schaaltje gedaan. Met een interval denk ik van iets van een jaar of 10. En daar zijn eigenlijk geen verschillen tussen. Het schommelt een beetje, maar het is niet zo dat het ene jaar totaal niet aanwezig was en 10 jaar later in één keer enorm geëxplodeerd. Hey, je hebt ook geen idee wat de geloofwaardigheid van de wetenschap 100 jaar geleden was, nee. Bijvoorbeeld. Klopt, heb jij gelijk in. Nou ja, ik zeg niet dat ik gelijk moet hebben. Het is meer een vraag, hè? Dus of er iets van bekend is. Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, kijk, dit soort gegevens zijn natuurlijk anders. En zijn mogelijk in het nu, maar 100 jaar geleden was het totaal onmogelijk om dit te onderzoeken. En waren mensen ook niet zo geïnteresseerd in dit soort kwesties natuurlijk. Dus, Oké, dankjewel. Kees, ja. Je wil iets zeggen? Je zegt van het feit dat de complotdenkers naar de wetenschap verwijzen, geeft jou wel een goede moed wat betreft de prestige van de wetenschap. Maar zo spreken over de wetenschap, dat is toch buitengewoon onwetenschappelijk. Ik geloof ook niet in de wetenschap. Ja. Als iemand volgens correcte procedures iets heeft uitgezocht, dan vind ik dat interessanter dan wanneer iemand zo wat uit zijn duim zuigt. Maar als er wordt gezegd, de wetenschap beweert zus of zo, dan denk ik van, klets maar raak. Ja, precies. Nou, maar kijk, dit is precies wat je zou verwachten onder bij een professor. Hè? Hier heb je dat. Gewoon dat soort kritische noten worden altijd gekraakt. En dat hoop je ook altijd. Het interessante is, heb ik ook eens een keer onderzocht. Hè? Gewoon te kijken of hogeropgeleiden misschien kritischer zijn ten aanzien van dit soort dingen. Hogeropgeleiden zijn de grootste meelopers, behalve dan Kees, die er zijn als het gaat om kritisch zijn ten opzichte van de wetenschap. Hè. Ze lopen er gewoon enorm achteraan. Gewoon, ze houden ervan, hoe meer kennis ze hebben, hoe minder kritisch ze in feite worden. En dat vind je vooral onder hogeropgeleiden. Ja, dus inderdaad, ik weet, waarschijnlijk ken je dat onderzoek van Amsterdamse godsdienstpsycholoog, die mensen dan uitspraken voorlegde en werden. In het ene geval zat er een plaatje bij van iemand die er bij een naam stond van dit is professor Huppel de Pup. En de andere stond er dan bij dit is guru zus of zo. En dezelfde uitspraak die werd dan betrouwbaarder gevonden door de mensen wanneer er een professor zoiets bij stond. Nou ja, dat verbaast me allemaal niks. Ja. Ja. En jouw cijfers, Peter, die heb je niet onderverdeeld in beta, gamma en alfa. Nee, maar nee, dat is super geloofwaardigheid interessant. Daarin. Zijn we nu mee bezig. We gaan een Europees onderzoek doen in 8 landen. Waarin we aan het onderzoeken zijn zeg maar, hoe wetenschappelijk en hoe te vertrouwen mensen verschillende wetenschappelijke disciplines vinden. Kijk, je hebt natuurlijk natuurkunde, laten we zeggen die oude STEM sciences, wat in Amerika science heet. Die worden denk ik wat meer vertrouwd door het publiek als bijvoorbeeld een discipline als sociologie. Wat bijvoorbeeld door hele volksladingen mensen niet eens als wetenschap wordt aangeduid. Dus ja, daar zijn grote verschillen tussen. Alleen dan is weer de vraag zeg maar, hoe dat verklaard kan worden. Waarom de ene discipline wel vertrouwd wordt en de andere niet. Om een voorbeeld te geven. Zijn er best grote verschillen, denk ik, tussen meteorologen aan de ene kant en klimaatwetenschappers. Hè? Terwijl het werk op zich niet zo heel anders is. Hè? Ze werken allebei rond temperatuurverschillen. Alleen de scope hè, die ze hanteren en de consequenties is heel anders. Hè? Als Gerrit Hiemstra 's avonds op het nieuws zegt, morgen regen en Thierry Baudet ziet dat.
trekt Thierry Baudet ook gewoon zijn regenjas aan of zijn paraplu. Hè? Of, dat weet ik bijna zeker. Maar als Gerrit Hiemstra dan zegt, ja, weet je, we gaan even niks zeggen over morgen, maar laten we zeggen over de komende 100 jaar en ook nog de afgelopen 1000 jaar. Dan zegt Thierry Baudet, je bent gewoon niet te vertrouwen, man. Wat slaat het op? Het is niet eens wetenschap, weet je wel? Dus, ja, het luistert heel nauw. Dat vind ik interessante kwesties om ook te onderzoeken. Hè? Dus niet alleen wetenschap in het algemeen, maar ook gespecificeerd tussen verschillende groepen om te kijken hoe dat dan zit. Hè? En, of sociale wetenschap of wetenschap dat een impact heeft, hè? Of dat benadrukt dat mensen een impact hebben. Dat die op een of andere manier niet vertrouwd wordt of minder vertrouwd of alleen door linkse mensen vertrouwd in plaats van ook door rechtse mensen. Ja, dat zijn kwesties te werken aan. Sommige wetenschappers wel en sommige niet. Precies. Ja? Oké, dankjewel Peter. Geen naam. Is er in de vraag of in de zaal misschien iemand die... Is in de vraag nog een zaal? In de vraag nog een zaal. In de zaal nog een vraag hier. Ja, ik zou iets zeggen. Wij zijn allebei docent maat spijleer. Dus wij leiden die jongeren allemaal op tot hele kritische, zelfstandige, nadenkende burgers die niet zomaar iets voor waar moeten aannemen. Dus soms denk ik van ja, misschien werken we dat dan ook daarmee een beetje in de hand, die wantrouwende houding richting wetenschap. Ja. Is er nou iets, met name op het VMBO, waarvan je zegt van nou, dat zou nou eigenlijk moeten gebeuren om dat vertrouwen meer te herstellen? Of, op het VMBO? Met name op het VMBO. Kijk. Het zijn lastige kwesties, hè? Dus kijk, het interessante is dat je wil mensen opleiden tot kritische mensen. Nou, ik zei net al die ene onderzoeksbevindingen die ik had, dat hoe meer mensen ervan weten en hoe kritisch, dus bijvoorbeeld op de universiteit, leiden wij constant alleen maar mensen op door te zeggen, nou, lees jij dit onderzoek nou eens, vind de 3 verschrikkelijke fouten, ga dan nieuw onderzoek doen wat beter is. Hè? Probeer dat te verbeteren. Dus mensen moeten constant kritisch opgeleid worden. Maar toch, uit het onderzoek blijkt dat hogeropgeleiden het minst kritisch zijn. Hè? Dus ja, dat snap je niet. Hè? Dat is onmogelijk. Dus ik denk op zich dat je op de goede weg bent. Als je wil dat ze minder kritisch worden ten aanzien van de wetenschap, probeer ze zo kritisch mogelijk te maken. En dan zullen ze misschien zelf wel zien dat het toch anders is. Het kan ook mislukken. Ja, dat weet ik niet. Het is misschien een experimentje of een riskant experimentje. Maar dat zou op basis van wat ik weet misschien een oplossing kunnen zijn. Een andere oplossing, denk ik, is... er zijn heel veel mensen die vooral kritisch zijn ten aanzien van de wetenschap vanwege de, laten we zeggen, de uitkomsten, hè, die voor hen onwelgevallig zijn. Ik heb toevallig net een boek Merchants of Doubt gelezen. Dat is over de situatie in Amerika vanaf, laten we zeggen, het rookbeleid, waarin vooral rechtse mensen dachten van ja, nee, dit gaat gewoon te ver. En eigenlijk een soort nep wetenschappelijke instituten begonnen op te bouwen om dat te bestrijden. En het interessante is dat het dan vaak gaat over de onderzoeksbevindingen en de implicaties die onderzoeksbevindingen hebben voor hun leven. Dus je kan bijvoorbeeld denken, als het gaat over klimaatverandering, dat bijvoorbeeld heel veel mensen die eigenlijk zonnepanelen allemaal niet kunnen betalen, of dat die het helemaal niet zo zien zitten, om daar heel veel geld aan te gaan zitten spenderen of zo, weet je wel. Dat rechtse mensen, die het in feite nooit leuk vinden om erachter te komen dat de mensheid en dat... in feite ook een beetje gemaakt wordt door de mensheid. En dus alle problemen die wij de hele dag tegenkomen, dat wij die ook zelf veroorzaakt hebben. Ja, dat is gewoon niet leuk. Dus ze willen dat niet zo graag accepteren. Maar ik denk dan, een van de dingen waar ik het ook al over heb gehad, is dat de populariteit van de wetenschap hem vooral ligt ook in het uitleggen van hoe we tot bevindingen kunnen komen. Hoe kan je bepaalde kennis bovenhalen? Via welke methode en hoe heb je dat gedaan? En door studenten of leerlingen daar meer bij te betrekken, om te laten zien niet wat het resultaat is en zeggen dit is het resultaat klaar, maar vertellen hoe je dat moet doen en die stappen samen met hen doorlopen, is misschien een andere manier. Want ja, die leidt niet tot weerstand. Die leidt niet tot, want iedereen onderschrijft zo'n beetje die methode wel. Dus ik denk dat het een tweede tip is. Ik zie Kieta de microfoon pakken. Nou ja, ik wou er hier eigenlijk iets over zeggen, want ik dacht ook, is het niet met de komst van internet? Je hebt het dan niet door de tijd heen onderzocht, maar dat mensen ook gewoon denken, dit kan ik ook wel.
Ja. Gewoon dat ze denken, nou, Google even een avondje en dan vind ik ook wel wat. En ja, dat noemen ze ook onderzoek. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Van, nou, nu heb ik ook wetenschap bedreven. Ja, ja, precies. Nou, ik heb samen met een collega van ons, Lorenzo, niet zo heel lang geleden, het is een ander paper, dat gaat over wetenschappelijke kennis. Hoeveel mensen weten, denken te weten over wetenschap zelf. Hè? Dus bijvoorbeeld, laten we zeggen, dan heb je zo'n schaaltje met allemaal waar of niet. Water kookt op 100 graden. Moeten mensen ja zeggen, dan klopt het. Dan zeggen mensen nee, dan hebben ze kennelijk minder kennis. En nou heb je zo 13 van die items, 13 van die stellingen. En die moeten mensen dan allemaal invullen. Een soort testje in feite. En dat noemen ze dan scientific literacy. En wat we hebben laten zien in dat paper, is dat in vergevorderde kennissamenlevingen mensen er een teringzooi van maken van die schaal. Dus zeg maar, woon je in een samenleving die helemaal niet gedomineerd wordt door internet, waarin er niet zoveel hoger opgeleiden zijn, waarin kennis nog niet zeg maar een gewoon major currency is. In dat soort samenlevingen zijn die schalen heel consistent. Dus weet je veel over het ene item, weet je ook heel veel over het andere item. En weet je weinig over het ene item, dan weet je ook heel weinig over het andere item. In samenlevingen als de onze, daar gokt iedereen zomaar wat. Daar is de hele consistentie van die schaal weg. Dus weet jij dat je radioactieve melk niet kan ontsmetten in de magnetron, want dat is natuurlijk onzin, dan zegt dat helemaal niks of jij iets weet over de evolutietheorie en over het koken van water. En die consistentie is weg. En wij wijten dat inderdaad aan de voorradigheid van het internet, waardoor het ook heel makkelijk wordt om constant je eigen vooroordelen bevestigd te zien. Je kan ook geloven in ons soort samenlevingen wat je wil, omdat er zoveel informatie is die ook nog aansluit bij wat jij zelf gelooft. En dat maakt het makkelijk. Hè? Dus inderdaad. Okay, dankjewel, Peter. Laatste vraag uit de zaal misschien? Nee? Oké, okay, dan... toch wel. Ja. Momentje. Ik loop al veel langer met de vraag rond bij mezelf. Van, als ik op universiteiten zie studenten die onderzoek doen, eigenlijk is er heel weinig fundamenteel onderzoek wat aanvult op het bestaande. Ze zoeken allemaal in dezelfde brei. En wat kan je daarna nog aan andere conclusies aan verbinden of onderzoek doen? Als je allemaal in dezelfde vijver zit te doen, en ik denk ook als je onderzoek doet, dat je wil je al naar een hoger niveau toe, in de uitslag van je onderzoek, dan moet je al een hele brede scope hebben. Dus snap je die wisselwerking die ik probeer duidelijk te maken? Ja, ik begrijp het wel. Maar ik geloof niet dat ik het helemaal met je eens ben namelijk. Dus kijk, wat ik aan mijn studenten uitleg is dat het juist goed is om in dezelfde brei onderzoek te doen. Er zijn heel veel studenten die vaak bijvoorbeeld bij de bachelor thesis, dan zitten ze de eerste 3 weken zitten ze een beetje rond te kijken. En dan denken ze, ga ik dit onderzoeken. En dan googelen ze eens wat of ze zoeken wat in van die databases over onderzoeken. En dan vinden ze dat het al geweest is, dat het al gedaan is. En dan proberen ze iets anders te bedenken wat er niet onderzocht is. Ja, per jaar komen er iets van 200 miljoen miljard artikelen uit. Alles is al lang onderzocht. Maar dit is juist de bron van wetenschappelijk onderzoek. Dit is juist de bron waarom jij ook onderzoek kan doen. Zo, omdat in die brei, wat ik net ook zei, er zijn zoveel tegenstrijdigheden in wetenschap. Eigenlijk leeft wetenschap op tegenstrijdigheid. Als we met elkaar allemaal eens zijn, interesseert het ons geen hol. Dan is het wel, weet je wel. Maar zodra 3 wetenschappers het één zeggen en 3 wetenschappers het ander, dan is het juist reden om onderzoek te doen. Niet om dan 4-3 te maken, dat slaat nergens op, maar om uit te vinden waarom de ene 3 dit vinden en de andere 3 dat. Dat je in feite alles kan verklaren. En dat betekent dus dat je altijd in dezelfde brei moet gaan zitten roeren. Is dat niet langzamerhand een beetje verworden? Sorry? Is dat langzamerhand niet een beetje verworden? Dus inderdaad, het is echt serieus onderzoek. Nee, 3 verschillende meningen aan de ene kant, 3 verschillende meningen aan de andere kant. Ik volg even wat je zegt. Ik denk dat systeem, dat klinkt heel ideaal, maar ik denk dat helemaal bijna niet meer van toepassing is. Ja, dat denk ik wel. Ik ken heel veel prima onderzoek dat precies dit doet. Ik wil ook corrigeren. Kijk, ik zeg niet 3 meningen aan de ene kant, 3 meningen aan de andere kant. Het gaat om verschillende bevindingen die gedaan worden, die met elkaar niet overeenkomen. Dus omdat de ene studie dit zegt en de andere dat. Denk bijvoorbeeld aan de psychologie. Die hebben een replicatiecrisis vernietigd in Tokio. Dus één keer in zoveel tijd komt er weer een nieuw collectief met psychologen.
Die dan allerlei belangrijke onderzoeken gaan zitten overdoen. Om eruit achter te komen dat 40% niet gerepliceerd kan worden. Wat meteen een probleem is, in de media wordt altijd uitgelicht van zie je wel, flauwkul. Gewoon dat idee, of fraude, of een of andere vage beschuldiging. Nou, leuk denk je dan, of niet leuk. Ik denk interessant. Dan denk ik niet vanwege dat er fraude gepleegd zou worden. Of het zal misschien in sommige gevallen wel, maar dat is heel lastig aan te tonen. Maar vooral de vraag zeg maar, waarom dat dan is. Waarom werkt een experiment wel in Taiwan, maar niet in Nederland? Of andersom. Of waarom werkt het wel als je het onder studenten doet, maar niet onder bejaarden? Als je dat als uitgangspunt neemt, breng je de wetenschap altijd verder. Ik ken heel veel onderzoek, nogmaals, dat precies dit probeert te doen. Dat probeert te verklaren waarom er zoveel tegenstrijdige bevindingen zijn. En ik denk dat dat vaker voorkomt zelfs in de sociale wetenschappen dan in de natuurwetenschappen. Omdat in de sociale werkelijkheden zijn zo verschrikkelijk complex, zo lastig te verklaren. Of bijvoorbeeld in de economie heb je dat ook. Dat er zoveel tegenstrijdige bevindingen zijn. Als je net een andere groep neemt, net een ander land, net een ander tijdperk, weet ik veel wat. Net een andere variabele waarvan je denkt dat hetzelfde meet, maar toch niet. Krijg je in één keer andere uitkomsten. En dat betekent niet dat die uitkomsten niet kloppen. Dat betekent gewoon dat we nog niet helemaal begrijpen waarom dat is. En dat je dat beter moet kunnen onderzoeken. En dat is onze taak. Gewoon het begrip vergroten. Dus ja, ik was het gewoon niet helemaal met je eens. Maar wel bedankt voor je vraag. Dankjewel Peter, ga lekker zitten. Ja, ga ik doen. We lopen nou inmiddels wel een beetje achter op schema, maar goed. We hebben een kerstverse campusdichter in ons midden. Eind januari tijdens Gedichtendag verkozen. Ze had op dat moment nog niet de kans om op een podium iets te laten horen. Maar we hebben het genoegen dat dat vandaag wel mag. Treintje van der Wouw is haar naam. Ze is sociologie-student ook. We zijn blij dat ze ook iets uit het actuele naar voren kan halen. Treintje, het woord is aan jou. Yes, ik praat niet vaak door een microfoon, dus ik hoop dat de afstand een beetje goed is. Volgens mij hield jij hem zo vast. Dus. Okay. Ik zie de lichamen van een gezin maandagmorgen op het nieuws. Een moeder met twee kinderen zomaar tegen het asfalt geduwd. Door een mortierbom die daar viel, ijskoud afgevuurd. Een gebroken witte deken rust over hun gebroken lichamen. Een hand bedekt met bloed komt onder het kleed vandaan. Grijpend naar een brandschone koffer die daar pal naast staat. Ze waren tot het laatste moment gebleven in hun dorp. Vastberaden pas te gaan als het echt niet meer kon. En toen het echt zover was, pakten ze de koffer om de brug over te steken naar de overkant. De hoofdstad. Een heel gezin omgekomen door één aanslag. Een moeder, twee kinderen en een vriend van de familie. De realiteit op een maandag. De arm onder het doek doet mij geloven dat dit de moeder is. Ik ga ervan uit dat haar jongste dochter pal naast haar ligt. Houdt ze haar moeder vast, terwijl haar moeder stevig de koffer vastpakt. Klaar om haar gezin veilig te stellen. Klaar om weg te gaan van ellende veroorzaakt door machtige mannen met machtige wapens en machtige ego's. Zou ze zeggen dat het tijd is, dat het goed komt, dat het oneerlijk is, dat het beter wordt? Een mortierbom. 8 mensen net voor de brug kwamen om. Vraag me af of het echt waard is. Of een trotse soldaat nog steeds trots na zo'n daad is. Je pakte je koffer. Je wachtte tot het laatste moment. Hopend dat wanneer je hem uitpakt, je op een veilige plek bent. Thanks. Dankjewel, Treintje.
Ook onze volgende spreker zal op Oekraïne ingaan, enigszins. Kees de Groot, hij is bijzonder hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor maatschappelijke aspecten. Deze stoel is gelieerd, zijn bijzondere leerstoel, aan het KSGV. Dat is het Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid. Kees is binnen de universiteit verbonden aan de faculteit voor katholieke theologie. Kees gaat in op wat ons heilig is. En in het bijzonder kijkt hij naar de strijd in Oekraïne. Of beter gezegd, de strijd tussen Oost en West. Kees, het woord is aan jou. Ja, ik ben geïnteresseerd in religie en het heilige, met name buiten de kerken. Ik heb geen onderzoek gedaan naar de Oekraïne, dus ik begeef me op glad ijs. Ik heb wel veel onderzoek gedaan naar religie en naar het heilige. En we bereiden een onderzoeksproject voor naar de plek van religie in het publieke debat. Dus we zijn een beetje vingeroefening aan het doen. Ik zeg we, omdat Peter en Tim trouwens daar ook bij dat toekomstige onderzoek betrokken is. Dus we zijn wat in de voorbereidende fase, zou je kunnen zeggen. Dus ik heb de afgelopen dagen het nieuws gevolgd met die bril op. Vanuit belangstelling voor het heilige, omdat het belangrijk is. En omdat het heilige en belangen met elkaar te maken hebben. Vandaar de spatie tussen belang en stellen. Over sacralisering, thans en toen, daar en hier. Dat is over de hele wereld dus. Maar ik kijk dus vooral naar die naar het discours rond de oorlog en kijk dan een beetje terug. Aanleiding is een beetje dat gezocht wordt naar verklaringen, er wordt naar Poetin gekeken en dan gezegd van ja, dit is gewoon een hele sluwe gast. Ik ken een politicus die dat zelfs geniaal noemt, dus dat is een beetje in de overdrive. Dan zit je een beetje in het spoor van dat het iets rationeels is, hè? Geopolitieke overwegingen, dat soort dingen. Of je zegt, ja, die gast hij deugt niet, hij is gewoon slecht. Dan zit je in het morele kader, dan kun je ook nog een beetje in de overdrive gaan en zeggen, maar dit is gewoon evil, dit is satanisch. Dan komt het alweer een beetje in de buurt van het religieuze. Of je zegt gewoon, hij is gek. De 3G's dus eigenlijk. Maar ik denk van ja, je zou wat breder moeten kijken. Dus niet in dat psychiatrische of rationele of morele discours gaan stappen. Maar proberen te begrijpen wat nou zo iemand beweegt of zo. Hè? Dus dat je ook bij zo'n figuur moet proberen om dat wereldbeeld, die belevingswereld helder te krijgen. Nou, dat heeft een lange traditie in de sociologie. Van het begrijpen, het verstehen, kijken naar wereldbeelden. En ik ben dan speciaal geïnteresseerd in zeg maar, dat aureooltje om dat wereldbeeld heen. Sacraliteit, dus dat het datgene wat het soort verheven maakt. De onomstotelijke dimensie daarvan. Het onontkoombare. Hè? Dus dat kan positief zijn of negatief. Positief in de zin van, dit is onaantastbaar, geweldig, belangrijk, groot. Of dit is zo afschuwelijk slecht. Hier valt ook niet meer over te discussiëren. Hè? Iets onontkoombaars. Dat is sacraliteit. En ik kom daar later nog op terug. En binnen de sociologie is het dus belangrijk dat het gaat om iets van betekenisgeving. Mensen geven die betekenis, maar aan de andere kant ondergaan ze het als iets wat buiten hen staat. Hè? Maar dat is de uitkomst eigenlijk van een sociaal proces. Ik kijk dus breder dan religie, hè? Dus sacraliteit, het heilige, dat vind je in religie, maar vind je ook buiten religie. En een leuke hulpvraag om erachter te komen is, van waarvoor ben je bereid offers te brengen? Nou, als je bereid bent om een paar uur zaterdag in de kou te gaan staan, om naar voetballen te kijken, nou, dan breng je een mild offer, misschien is voetbal een klein beetje heilig voor je. Maar als je bereid bent om te gaan matten met mensen die wapens hebben om je voetbalclub te verdedigen, dan is voetbal behoorlijk heilig voor je. Mijn vraag hier is dus vooral gericht op de oorlog en vooral de verhalen die daarover worden verteld. Wat voor manieren van sacralisering zien we?
Nou, maar beginnen we maar eens met meneer Poetin zelf. Nou, die legt het pan klaar voor ons neer. Want die gebruikt ook gewoon dat idioom. Hè? The results of the Second World War, as well as the sacrifices made by our people on the altar of victory over Nazism are sacred. Hè? Dus hij gebruikt ook die termen. Hè? Dus het volk is heilig en er is ook de vijand en dat zijn de nazi's. En die hebben nu de macht gegrepen in de Oekraïne. Afgelopen zondag, misschien heb je er ook wel van iets over gehoord, gelezen in de krant, heeft de patriarch van de Oosterse Orthodoxe Kerk in Rusland, de Russisch Oosterse Orthodoxe Kerk dus, een preek gehouden, waarin hij de politiek van Poetin steunt. Het is een beetje wat langer verhaal, dus ik zal het wat samenvatten. Hij zegt van ja, Oekraïne was aan het verwesterzen en die dwaalde af van het rechte pad. Hoe kunnen we dat zien? Omdat ze daar een gay pride parade hebben gehouden. Dat is een beetje de lakmoesproef om te zien of een land afglijdt van het rechte pad en terechtkomt op het foute pad. Nou, dat hebben we daar gezien. Dus dit gaat niet alleen over politiek. Zegt hij, dit is een metafysische strijd, dat is die laatste zin. Dat heeft een metafysische betekenis. Dus het is de strijd tussen het goede en het kwade. Tussen de waarheid en de leugen. Ze glijden af in de zonde. Hè? Dus dat is hier aan de hand. Dus hij verbindt het volk met het goddelijke hier. Zo, hè? It's about human salvation, hè? De redding van de mens. Dus echt duidelijk ook religieus, niet alleen sacraal, ook religieus. Dat vinden we, het spreken in dat soort termen vinden we niet alleen aan die Russische kant, maar ook aan de Oekraïense kant. En Has gaat geloof ik een filmpje even laten zien, misschien ken je het. Helemaal aan het begin van de oorlog, dat de ambassadeur van Oekraïne in de Veiligheidsraad, die notabene werd voorgezeten door de ambassadeur van Rusland, en zegt van Well, as I said, relinquish your duties as a chair. Call Putin, call Lavrov to stop aggression. And I welcome the decision of some members of this council to meet as soon as possible to consider the necessary decision that would condemn the aggression that you launch on my people. There is no purgatory for war criminals. They go straight to hell, ambassador. Ja, ik vond dit zelf wel behoorlijk indrukwekkend. Hè? Dus juist die laatste zin, hè? Van er is geen vage vuur voor oorlogsmisdadigers. Hè? Ze gaan rechtstreeks naar de hel. Ja, kun je zeggen, ik ben geen gelovige, ik geloof niet in een vage vuur of zo. Maar Dit heeft een bepaalde kracht natuurlijk, hè? Die eigenlijk denk ik ook uitstijgt boven de grenzen van een geloof die dat ook echt in zijn dogma's of zo heeft zitten. Dus dat heeft ook een bepaalde kracht, hè? De kracht van het heilige, de macht van het heilige. Het komt ook een beetje terug in de toespraak van de president Zelensky, de videotoespraak in het Europese parlement. Waarin hij zegt van ja, bewijs nou dat jullie echt Europeanen zijn. Laat zien dat de duisternis het niet zal winnen van het licht. De duisternis versus het licht. Hè? Dat is ook een klassiek schema. Als er iemand hier onder jullie wel eens een Bijbel heeft opengeslagen. Misschien gaat een belletje rinkelen, heeft iets met kerstmis of zo. Gaat ook over duisternis en licht. Johannes Evangelie begint daarmee. Dus er zit iets van een Bijbelse, er zit een Bijbelse lijn in. Maar dat heeft een beetje een betekenis en een zeggingskracht die daar wat boven uitstijgt. Dus daar zie je een beetje gelijkaardige beeldspraak. Op die verheerlijking door zo'n patriarch Kirill van het Russische nationalisme, een soort religieus nationalisme, is ook weer veel kritiek gekomen binnen die kerk zelf. Die zeggen van ja, maar dat op zo'n manier
die politiek onderschrijven en daar God voor bij halen, ja, dat is afgoderij. Zo kun je God niet gebruiken. En dus dan wordt ook weer binnen dat religieus discours, daar is dat, zitten de spanningen. En iemand anders zegt, de aartsbisschop in de Verenigde Staten, van dat is dan weer de Grieks-katholieke kerk. In het panel kunnen we eventueel nog uit gaan leggen hoe al die kerken in elkaar zitten, maar dat doet er nou even niet toe. Die zegt van, hoezo verdedigen van de christelijke waarden, zelfs in zo'n land als Nederland, nou ja, dat is natuurlijk wel het Sodom en Gomorra van de wereld. Daar is het eigenlijk wel beter gesteld dan in Rusland. Dus Poetin is niet echt de verdediger van de traditionele christelijke waarden. Ik zei net al, de macht van het heilige, de kracht van het heilige. Dat is de titel van een mooi boek van Hans Joas, groot kenner van Max Weber. Die zegt van, die verbindt eigenlijk Max Weber en Emile Durkheim, twee grote sociologen met elkaar. Algemeen menselijk is het idee van zelfoverstijging. Dat mensen de ervaring kunnen hebben dat ze deel zijn van een groter geheel. Dat ze boven zichzelf uitstijgen. En dan is er soms nu het idee van, ja, we hebben secularisering. Dus onttovering, dat speelt allemaal niet zo'n rol meer. Joas zegt terecht, hè, dus ja, sacralisering kun je overal nog steeds tegenkomen. En dat wordt niet per se minder. Maar, dus het is juist interessant om te kijken waar het zich afspeelt. Nou ja, ik denk dat dat inderdaad klopt. En dat, en dat het ook niet zo is van, ja, dit is dan iets van het oosten of zo. Dit is misschien een beetje achterlijk of zo. Nee, dit is zo'n preek van die patriarch. Een soort echo van wat Ronald Reagan zei over de strijd tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En die had het ook over de evil empire. Hè? Dus de wapenwetloop hadden we in de Koude Oorlog. En hij zei van, ja, je moet niet gaan denken van, nou ja, goed, we hebben twee kanten, zei Reagan. Hè. Je moet niet gaan denken van, nou ja, het komt allemaal een beetje, doet er allemaal niet zoveel toe. Nee, het doet er wel toe. Er is een goede kant en een slechte kant. En Sovjet-Unie is de evil empire en die moet kapot. En sommigen zeggen, omdat hij dat zei, is het ook inderdaad kapot gegaan. Ik weet niet of dat waar is. Maar je maakt daar ook een metafysische strijd van. Dus hij precies hetzelfde idioom als die patriarch. Ja, dat is ook de laatste zin. Hè? The real crisis we face today is a spiritual one. At root, it's a test of moral will and faith. Een beetje hetzelfde verhaal, maar dan wel vanuit de andere kant bekeken. Dus ja, wat was dan het is duidelijk wat de slechte kant is, de evil empire. Maar wat was dan het goede empire? Ja, ik denk dat dat toch de verdediging is van het Amerikaanse kapitalisme. Hè? En dat heeft op zichzelf ook alweer een sacraal randje. Even commercial tussendoor. Robert Nelson heeft daar een prachtig boek over geschreven, zeer aanbevolen. Die zegt van ja, dat geloof in die vrije markteconomie, dat heeft ook iets heiligs. Hij noemt het zelfs religieus. Nou, hoe zit dat nu dan in Nederland? Wat vinden we hier voor discours over deze oorlog? Ja, dat weten we nog niet. Daar zouden we uitgebreid onderzoek naar moeten gaan doen. Maar ik kom zo grofweg twee hypotheses tegen. Twee vormen van discours. Ene is, van ja, we moeten inderdaad, een beetje à la Reagan, we moeten dat kapitalisme gewoon goed blijven, overeind blijven houden. We doen nog steeds zaken met Rusland. Er gaat nog steeds allemaal geld naar Rusland, omdat we voor Gazprom betalen. Er zijn wel wat bedrijven die afhaken. Maar het is wel interessant dat die niet afhaken omdat ze zeggen van, ja, dit kan gewoon niet. Dit is gewoon moreel, dat kunnen we niet steunen. Of zo, hè? Want indirect steun je daarmee toch die oorlog. Nee, ze doen het niet omdat dat imago schade geeft. Dus dat is echt wel binnen het kader van, zeg maar, ja, we moeten de tent draaiende houden. Zaken zijn zaken. Oké, als dit imagoschade voor ons oplevert, nou ja, dan cancelen we gewoon die klant. En dat zegt Ronald Jurres in NRC 5 maart. Ik vond het heel interessant. In het weekend krijgen we dan de krant op papier. En er stond dan zo dat artikel, twee pagina's, en dan rechtsonder zo. Stond dan die advertenties die je elke keer ziet, die ken je waarschijnlijk wel, van daytrading. Met die rare comments en zo, en die fotootjes erbij. En er stond dan, die oorlogsdreiging hebben mijn shorts geen windeieren gelegd. Shorts zijn dan niet korte broeken, maar dus dat je belegt, dat je
probeert een beetje te speculeren op de beurs. Zo van, als ik ga die koers omhoog of omlaag, probeer ik nog even geld uit te slaan. En er staat dan gewoon in zijn advertentie, hè? Dus van, nou nee, gaat lekker joh met die oorlog, ik loop lekker binnen. Vandaar mijn verwijzing naar de cynische song van Neil Young, hè? Keep on rocking in the free world. Wij blijven gewoon lekker doorgaan met het kapitalisme en dat is gewoon ons, wat ons eigenlijk heilig is. Dat is eigenlijk ononderhandelbaar. Wat kan er gebeuren, willen we dat verlaten? Nee, dit is nou waar wij in geloven. Nou, dat zou ik dus wel interessant vinden. Dat zou ik ook verder kunnen onderzoeken. In hoeverre er ook een religieus discours bij, of een sacraal discours bij wordt gebruikt. Ik denk dat je toch wel wat vindt. Ander verhaal is de mensenrechten. Dus dat vinden we natuurlijk ook. Hè? Dus dat als we bijvoorbeeld ook zo'n gedicht, hè, wat jij voorleest, die beelden die we dan zien. Een ziekenhuis wat kapot wordt geschoten. Dus van, ja, dit is een schending van de mensenrechten. Hè? Dit is eigenlijk een misdaad tegen de menselijkheid. Het is een ander discours. Dan is dat het heilige. En ik vond het een beetje te bruut om daar plaatjes bij te plakken. Dus ik heb een braaf plaatje van Mensenrechtendag erbij gezet. Dat is ook een discours wel wat je hier in het Westen tegenkomt. Maar ja, dat kan ook weer heel erg ideologisch worden gebruikt. Zonder dat er echt consequenties aan worden verbonden. Hè? Dus dat er hoog wordt opgegeven van mensenrechten. Maar dat een bedrijf bijvoorbeeld niet gaat checken. Hoe de arbeiders van de toeleveranciers worden behandeld, bijvoorbeeld. Dat zou je dan moeten doen als je dat echt serieus neemt, natuurlijk. Eerst even netjes afronden. Hè. Dus wat voor vormen van sacralisering vinden we? Nou, collectief, hè, dus onze natie, die is heilig. En de vijand, dat zijn de bad guys. Dat is evil, de antichrist, de duivel, weet ik veel. Tweede is, God is de transcendente macht. Maar dat kan dan weer gecombineerd worden. Hè? Dus dat God natuurlijk aan jouw kant staat. Ja, kan spanning opleveren, omdat er dan weer anderen zijn. Ja, maar ik geloof ook in diezelfde God. Maar volgens mij steunt die God helemaal niet jouw volk. Een derde variant is dat je zegt de vrije markt wordt heilig verklaard. Vierde variant mensenrechten, maar dat wordt dan soms weer ook weer gecombineerd. Maar er zit ook weer spanning tussen. Dus dat zijn een beetje vier varianten die soms ook met elkaar verbonden kunnen zijn. Dat van die mensenrechten is natuurlijk het uitdagende perspectief. Ik had bij de titel een verwijzing naar een uitspraak van Frans Kellendonk gezet. Hè. Heilig is wat geheiligd wordt. Frans Kellendonk, Nederlandse schrijver, Mystiek Lichaam, zijn bekendste roman. Hij had een bloedhekel aan dat ophemelen van, wij in het Westen, wij zijn zo goed, wij zijn van de mensenrechten en wij hebben religie achter ons gelaten en zo. Maar aan de andere kant had hij zo, ja, maar we missen ook iets in onze samenleving. Wat is nog heilig? Hè? En hij probeert in deze twee zinnen eigenlijk iets te zeggen, wat je dus eigenlijk ook in de sociologie zegt. Van, nou ja, enerzijds is het een vrucht van de verbeelding, maar anderzijds, en vooral in zijn formulering komt dat naar voren, druk je daarmee iets uit waarvan je het gevoel hebt dat het buiten je staat, dat het boven je staat. Hè? Het goede bestaat niet in de hemel en ook niet hier, tenzij het gedragen wordt door een voortdurende reeks van goede daden. Heilig is wat geheiligd wordt en God troont op de gezangen van mensen. Dank u wel, Kees. Ja, dit is volgens mij ook een confronterend quote, Kees. Als we ook in de spiegel moeten kijken, als het Westen zijn, van wat moeten we nou met de hele situatie? Volgens mij zitten wij behoorlijk in conflict ook met onszelf. Van ja, waar zijn de rode lijnen voor ons op dit moment? En waar kunnen we bewijzen dat we ook goed zijn, zeg maar? Goed. Dat moet je dus bewijzen, begrijp ik uit deze woorden. Hè.
Ja, is er iemand die iets wil vragen? Okay. Misschien zo dadelijk. En ik weet... Oké. Ik kom er zo aan. Kees, ik weet dat je geen direct lijntje met Poetin hebt en ik weet ook dat je geen psycholoog bent. Maar als je zo alles ook leest rondom Oekraïne en Rusland, maar met name ook over Poetin. Wat lees jij uit zijn drijfveren? Of kun jij zijn drijfveren op een of andere manier traceren? Moeten wij daar misschien een vijfde item bij hebben dat macht heet of zo? Nee, die macht hoort erbij. Hè? Dus de heiligheid en macht, die horen bij elkaar. Ja, inderdaad kan ik helemaal niet in zijn hoofd kijken. Ik heb groot respect voor de kennis van Beatrice de Graaf. Die zegt van, misschien is hij in zijn eigen propaganda gaan geloven. Dat vind ik wel plausibel. Dus, kijk, ja, we zijn soms geneigd, of wij sociologen in ieder geval, in de materialistische traditie althans, geneigd om te denken, ja, het gaat alleen maar om belangen. Maar ja, in de cultuursociologie is er toch wel meer een neiging om te zeggen van nou, wat mensen geloven en voorstellingen die mensen hebben, doen er ook toe. En die hebben met elkaar te maken. Nou, ik denk dat het bij Poetin best zo kan zijn. Dus het gaat om belangen veiligstellen. Maar het hele idee van groot Rusland, hè, wat in de 19e eeuw door zo'n... hoe heet die figuur, weet ik niet meer uit mijn hoofd. Een theoloog die zei van, nou ja, we hebben Rusland, we hebben Wit-Rusland, we hebben Oekraïne. Dat is een beetje vader, zoon en heilige geest. En die horen bij elkaar. En dat moet bij elkaar blijven. Dus dat Oekraïne dan afdwaalt, dat kan eigenlijk niet. Die moet gewoon bij ons blijven. Is het niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Er zijn ook wel indicaties, hè, dat hij zichzelf een beetje ziet als een instrument van de voorzienigheid. Hij komt natuurlijk uit die oude Sovjet-Unie. Wit-Russische president is ook een overtuigd atheïst. Maar ze delen wel zo'n religieus-nationalistisch discours. Dus ik denk dat hij daar ook wel op een bepaalde manier in gelooft. Oké, hier komt... Wat is je naam eigenlijk? Andreas. Ja, ik vond het wel interessant het verschil eigenlijk tussen het derde en het vierde perspectief van het heilige. Van het ene was dan het systeem en het andere was het persoonlijke. Wat denk je wat nou eigenlijk binnen het Westen, zeg maar, het meest dominante heilige perspectief? Is dat dan meer mensenrecht of meer kapitalisme? Ik weet het niet. Hans Joas die heeft het nogal over die vierde. Ja, het is een beetje onzin om met hem nu in discussie te gaan, want hij is hier niet. Maar hij vertolkt denk ik wel een wat breder idee. Dus hij valt aan dat het idee dat er een soort vooruitgang is en dat we allerlei dingen achter ons laten. En ja, we gaan... Dat moeten we dus niet doen. We moeten geen teleologie. We moeten niet denken in dat de ontwikkeling van de geschiedenis bepaalde kant op gaat. Maar ondertussen doet hij dat toch ook wel weer een beetje zelf. Door te zeggen van, nou ja, die sacraliteit van de persoon, dat is het soort wenkend perspectief. Ja, ik ben minder optimistisch gestemd. En ik denk dat dat andere, dus dat derde perspectief, het enige van het rijtje wat hij niet noemt, wat ik hier inbreng. Dat in feite ook heel erg belangrijk is. En dat er ook een soort geloof achter zit. Wat inderdaad heel erg met belangen samenhangt. Ja. Dus ik ben wel meer geneigd om... laten we vooral ook naar die derde kijken. Ja. Want die hebben ook meer, daar zit ook meer een belang om het een beetje te verbergen. Ja. En als je naar Nederland kijkt, Kees, bijvoorbeeld naar die eerste van de nazistaat, zie je dat af en toe stijgen en wat minder worden in onze Nederlandse samenleving? Ja, de laatste tijd is er natuurlijk dat wel opgekomen, het neerspreken over Nederland als een soort eigen stam. Ja, dat is duidelijk opgekomen. Dat lijkt me helder. Ja, er zijn ook. Er is ook
ja, Forum Democratie, is dat ook die ook expliciete steun betuigen aan Poetin en zelfde verhaal eigenlijk verkondigen van een onaantastbare heilig volk eigenlijk, ja. Oké, dankjewel. Iemand nog, voordat we een biertje gaan drinken tussentijds? Oké, dankjewel Kees. Kita Muis is onze volgende gast die we uitlichten. Kita is promovendus aan het departement sociologie. Haar viel op in de krant een artikel wat gewijd was aan Mark Rutte. Die het had over een gaaf en mooi land. En Kita vroeg zich af, voor wie is dat dan een mooi en gaaf land? En voor wie niet? Het woord is aan jou. Bedankt. Ik zit hier met dit. Ik weet niet of dit werkt. Misschien leg ik het straks weg. Maar nu denk ik nog dat dit wel werkt. In ieder geval, een gaaf en lief land. Klinkt ook weer heel negatief meteen. Voor wie dan? Het is voor wie dan in de zin van voor sommige mensen misschien wel. Voor anderen wat minder. Dus een gaaf land. Dat komt uit dit artikel, probeer het niet allemaal te lezen, ik zal het samenvatten. Er staat hier eigenlijk wat al jaren door Rutte eigenlijk gezegd wordt. We hebben in de pandemie wel even een soort polarisatie ervaren. Wat conflict, wat onrust, wat oneenigheden, laten we het zo noemen. Maar dat virus, dat is de deur weer bijna uit. Dus polarisatie is geen sprake van kloof, hebben we niet in Nederland. We zijn met z'n allen hartstikke gezellig. We zijn lief en gaaf. Er wordt hier nog ergens gezegd dat als Mark Rutte op straat loopt, dan komen mensen daarheen. En dan zeggen ze, Markie, hoe is het? Dus die sociale hiërarchie, die hebben we helemaal niet in Nederland. Nederland kent geen sociale hiërarchie. Nou ja, daar kan je misschien nog wel een puntje van maken. Maar in ieder geval, kloof, nu dat corona de deur uit is, hebben we geen kloof meer in Nederland. Nou, we hadden het net al even over de gemeenteraadsverkiezingen, want mijn gemeente Goorle, die denkt daar duidelijk anders over. Ik ben vorig jaar verhuisd naar Goorle, dus dit is de eerste keer dat ik in deze gemeente mag stemmen. Dus ik had geen idee wat zijn de keuzes, wat zijn de smaken hier. Nou ja, zijn er niet zo heel veel, moet ik zeggen, maar eentje viel me wel op. En dat is dus de Arbeiderspartij Goorle-Riel. En ik heb er nou al spijt van, maar ik ga het toch doen. De slogan is Goal bleef goal. Ik kom duidelijk niet hier vandaan, maar oké, ik heb het geprobeerd. En ze hebben 5 standpunten. Als je naar de website gaat, dan zijn er eigenlijk 5 hoofdspeerpunten eigenlijk waar zij achter staan. En die komen eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Maar die vatten wel heel goed samen wat eigenlijk mijn praatje deze avond is. Dus het eerste is, wij komen op voor de gewone man en vrouw. Wij willen dat hun stem wordt gehoord. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Dat vinden we een verkeerde ontwikkeling. En wij vinden dat dit echt anders moet. 5, we staan met beide benen midden in de maatschappij. Nou ja, oké, nu doe ik ook een beetje grappig en zo over. Maar wat is nou eigenlijk de boodschap? Er is een gewone man en een gewone vrouw. Die staat heel ver af van de politiek. De politiek heeft geen idee wat er nou eigenlijk in die maatschappij gebeurt bij die gewone man en vrouw. Blijkbaar wordt die kloof steeds groter en is die ook nog eens gelinkt aan iets van rijkdom, arm en rijk, die dus steeds verder van elkaar afdrijven. Dus Rutte zegt, die kloof die bestaat niet, die is er niet. In Goorle en Riel hebben ze toch het gevoel dat die wel bestaat. En als we dan kijken naar de feiten en ook gevoelens die net zo belangrijk zijn. In Peters praatje was het net ook, en het komt in mijn onderzoek ook vaak naar voren, dat het niet altijd belangrijk is wat nou echt de feiten zijn. Als mensen het gevoel hebben dat die kloof in dit geval dus groeit, dan reageren ze ook op die manier. Dan acteren ze daar eigenlijk ook op. Dus het maakt niet altijd uit wat de feiten eigenlijk zijn. Maar toch, als we kijken naar die feiten, dan is dat eigenlijk best tot op zekere hoogte zorgwekkend eigenlijk. Dus een paar fundamentele basiszaken, basisbehoeften zou je kunnen zeggen. Daar zie je een groeiende kloof tussen, wat ik vooral onderzoek, de hoger en de lager opgeleide. En als je dat iets breder trekt, dan hebben mensen het vaak ook over dus de burgers en de politiek. Of de burgers en de elite.
En er is eigenlijk een rijtje van zaken waar die kloof dus ook echt groeit. En dit zuig ik natuurlijk niet uit mijn duim. Nu heb ik bronnen voor als mensen dat willen hebben, dan kan dat later. In ieder geval, we zien bijvoorbeeld kans op armoede, baanzekerheid, vermogen en daaraan gelinkt dus ook huisvesting, levensverwachting. Allerlei zaken waarin die groep dus eigenlijk uit elkaar groeit. Die kloof die wordt wel degelijk groter. Nou, en dan hou ik me eigenlijk vooral bezig met de waarden, normen en waarden, meningen, wat vinden mensen allemaal. En dan zien we dat eigenlijk opleidingsgroepen helemaal niet uit elkaar groeien op basis van meningen. Dus dat wordt juist vaak verwacht en die meningen die worden veel extremer en veel meer aan de extreme kanten van het spectrum, zeg maar. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het enige waar we wel in zien dat die groep dus uit elkaar groeit, is politiek vertrouwen. En hoe komt dat? We hebben net eigenlijk ook al een beetje genoemd. Dat heeft eigenlijk een culturele reden. Dus we hebben het ook gezien in Goorlen, dat mensen voelen dat die politici eigenlijk steeds verder van hun afstaan. Ze hebben geen idee meer wat er nou eigenlijk in de echte wereld gebeurt. En dan tot slot, heel veel dingen eigenlijk die net ook al kort genoemd zijn. Ik noem het dan hier weer anders, maar maatschappelijke kwetsbaarheid. Het gevoel dat eigenlijk de maatschappij ontwikkelt in een richting die voor jou onzeker of niet voordelig is. Dus de toekomst is eigenlijk onzeker. Je weet eigenlijk niet wat jouw plekje in die toekomst of in die toekomstige maatschappij is. Nou, en dan die maatschappelijke kwetsbaarheid, dat is eigenlijk een voedingsbodem voor conflictdenken. En wat dat betekent is dat mensen niet langer meer alleen dat verschil zien, maar dat ze ook echt denken dat die verschillen zo groot zijn dat conflict oplevert, dat die eigenlijk niet meer verenigbaar met elkaar zijn. Dus dat leven die hoogopgeleide leven, de elite en de gewone burger, dat staat zo erg tegenover elkaar dat eigenlijk niet meer samen kan gaan. En dan is de vraag, Rutte, waarom nou? Waarom? Daar heb je dus juist wel sociologische verklaringen voor nodig. Waarom is dat? Want wat gebeurt er als er conflict ontstaat? Als dat conflictdenken zo sterk is, dan zijn mensen dus ook bereid om bijvoorbeeld geweld te gebruiken, om wat wij dan zouden noemen antidemocratische middelen te gebruiken om hun doel te bereiken of hun positie te verwerven. Dus het is wel degelijk, laten we zeggen, een soort bedreiging voor de orde of de manier van samenleven op dit moment. En dan, waar komt dat dan vandaan? Waar komt dat conflictdenken vandaan? En wanneer zien we die verschillen niet meer alleen als verschillen, maar echt als conflict? Dat is ook grappig eigenlijk, want ik zeg sociologische theorie, maar eigenlijk is dit een sociaal-psychologische theorie. Maar het begint met duidelijke groepen. Dus dit is eigenlijk al een beetje een cirkelredenering. Als we zien dat die verschillen in de samenleving, dat kom je eigenlijk tegen in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld, je hoort het op het nieuws. Of je doet een sollicitatie en je komt tegen dat jouw opleidingsniveau niet hoog genoeg is voor de baan bijvoorbeeld. Dan identificeer je je eigenlijk steeds sterker met je eigen opleidingsniveau. En die identificatie, dat leidt tot een wij-zij-denken. Dat wij-zij-denken, dat betekent dan vooral dat mensen denken dat hun groep, dus ik ben bijvoorbeeld hoger opgeleid, en ik denk, al die hoger opgeleiden, die denken allemaal hetzelfde zoals ik. En die zijn heel anders van die lager opgeleiden, en die zijn ook allemaal hetzelfde. Dus die groepen die zijn homogeen. En dat wij-zij-denken, dat leidt dus eigenlijk tot het idee van verschillen, van percepties van verschillen die er niet altijd zijn. Dus die percepties die zijn sterker dan de daadwerkelijke verschillen. En het interessante is nou dat juist die hoger opgeleiden eigenlijk meer verschillen zien. Dus die identificatie die komt vooral voor als je een positief zelfbeeld overhoudt aan je lidmaatschap van die groep. Dus je denkt, ik ben hoger opgeleid, ik ben slim, ik heb deze status in de samenleving. En lager opgeleiden hebben dat veel minder. Dus hoge opgeleiden identificeren zich meer. En daaruit volgt dus dat zij ook een veel grotere kloof zien dan de lage opgeleiden. En dat wordt vaak niet gedacht. Dus ze denken, die lage opgeleiden die denken in conflicten. Maar het zijn juist die hoger opgeleiden die eigenlijk meer verschil zien. En wanneer leidt dat verschil nou tot het zien van conflicten? We zien dat die hoger opgeleiden eigenlijk in hun doen en laten reageren op die verschillen, omdat ze op een manier die eigenlijk alleen kan omdat ze de middelen hebben.
Dus wat je ziet is dat hoge opgeleiden zeggen van oké, we zien die verschillen. Wij willen eigenlijk niks meer te maken hebben met die lage opgeleiden. Wij gaan in andere buurten wonen. We gaan onze kinderen op andere scholen zetten. We gaan een vriendengroep creëren waar alleen maar hoge opgeleiden in zitten. Sorry. Waar alleen maar hoge opgeleiden in zitten. Dus die schermen zich eigenlijk helemaal af van de lager opgeleiden. Die creëren een heel eigen leven, een heel eigen bubbel eigenlijk, met hoger opgeleiden. Nou. Maar die lager opgeleiden, die kunnen dat helemaal niet. Die hebben geen middelen om te kiezen om in een bepaalde buurt te gaan wonen of in een bepaalde, naar een bepaalde school te gaan. Dus die moeten iets met die perceptie van conflict. Nou, die hoge opgeleiden kiezen dus voor, we hebben conflict, maar wij trekken ons terug in onze eigen wereld. Die lage opgeleiden die zien het volgende. Als die hiërarchie stabiel is, wat bij opleidingsniveau eigenlijk niet zo is, maar dat is wel interessant, want waarom eigenlijk? Er worden steeds meer mensen hoger opgeleid. Dus eigenlijk wordt jouw diploma steeds minder waard. Het is steeds minder belangrijk of steeds minder speciaal als jij hoog opgeleid bent. Als je nu gaat solliciteren, dan moet je ook nog 3000 andere dingen gedaan hebben buiten je opleiding om interessant te zijn voor een werkgever. Maar toch zien we in onderzoek dat in landen waar heel veel hoger opgeleiden zijn, die statusverschillen juist veel groter zijn. Dus die hoge opgeleiden die doen eigenlijk heel goed. Die houden een soort mythe van meritocratie in stand. Hè. Wij doen ons best, wij zijn hoog aan die top. En dat komt omdat wij goed zijn, omdat wij dat zelf hebben gedaan. Dus in die landen waar veel hoger opgeleiden zijn, zijn die statusverschillen juist veel groter. Nou, en ten tweede, wanneer worden die verschillen nou conflicten? Als die hiërarchie niet meer, nou ja, doordringbaar, ik heb het vertaald vanuit het Engels, maar dat je eigenlijk dus die ladder wil beklimmen. Dus eigenlijk ook weer met meritocratie te maken. Is het mogelijk om van wat voor achtergrond dan ook die ladder, die opleidingsladder, te beklimmen? Nou, wat we zien is dat dat de afgelopen decennia wel het geval was. En die sociale mobiliteit is ook gestegen. Maar in de laatste paar jaar is dat juist weer afgenomen. Dus het wordt weer moeilijker om die ladder te beklimmen als je uit een achtergrond komt die niet sociaal al redelijke hoge status heeft. En tot slot, misschien wel op dit moment nog het belangrijkst. Ik weet niet hoe ik qua tijd ben, maar oké. Het belangrijkst, legitimiteit. Wat ik zie in mijn onderzoek en mensen vragen van ja, kunnen jullie nou gewoon wat vertellen? Wat zijn die verschillen nou eigenlijk en waar zie je dat in? Vertel me alles waar je aan denkt als je aan opleidingsverschillen denkt. En dan zeggen dus heel veel mensen van ja, ik voel mij gewoon helemaal niet meer gewaardeerd. En ik heb het gevoel dat al die mensen die bovenaan die ladder staan, dat die daar helemaal niet heel hard voor gewerkt hebben. Dus bijvoorbeeld ik werk 8 uur super hard op de vloer bijvoorbeeld. En mijn teamleider, die doet helemaal niks, maar die krijgt 3 keer zoveel betaald. Of mensen willen wel nog steeds dat hun band geplakt wordt en dat hun brood gebakken wordt. Maar ze hebben eigenlijk geen respect meer voor die ambacht of voor dat werk. Dus dit samengevat betekent dit eigenlijk een beetje dat vooral lage opgeleiden dus steeds meer het gevoel hebben dat die hiërarchie oneerlijk is. Al die dingen hebben eigenlijk een beetje te maken met dat het moeilijk is om dat te bereiken. Of dat het gewoon simpelweg niet eerlijk meer is hoe groot die kloof aan het worden is. En wat je dan kan doen, die hoge opgeleiden die kunnen dus zeggen, ja, joe, het is goed, wij gaan gewoon ons eigen bubbeltje creëren met andere hoge opgeleiden. Maar die lage opgeleiden, die gaan zich dus ook meer identificeren om op die manier sociale verandering teweeg te brengen. En dat kan dus wel zorgen voor conflict, want er is eigenlijk geen één andere manier waarop zij die sociale verandering teweeg kunnen brengen. Dus, tot slot, wat betekent dit? Rutte zegt, hè, het is een kleine groep mensen, we zien wat polarisatie. Hier en daar werd GGD Teststraat in de fik gestoken. Maar die mensen, daar moeten we allemaal geen aandacht aan geven. Dat zijn excessen, dat zijn kleine groepen. Maakt niet uit. Maar nee, ik denk, we moeten dat niet negeren. We moeten daar juist wel aandacht aan geven. Want misschien zijn dat voorbeelden, hè, van dingen die eigenlijk uit de hand zijn gelopen. Maar daaronder zit natuurlijk wel wat. Daaronder, daar borrelt wat. Er is een kloof. Zelfs in Goorlen voelen we die kloof. Dus we moeten er wat aan doen.
zijn een paar dingen nodig om af te ronden en ook een beetje om een discussie te openen. Is de eerste is dus erkenning. Hè? We kunnen allemaal zeggen, nee, die kloof is er niet en weet ik veel. Die kloof is er wel. En er moet dus ook in beleid eigenlijk doorgevoerd worden. We moeten dat in beleid zien. Maar, misschien hebben jullie dit meegekregen. Sander Schimmelpenning, die heeft zo'n programma gemaakt. Sander en de kloof. En die geeft eigenlijk een beetje, die geeft aandacht aan deze kloof eigenlijk. En dan heb je ook, dit is Joris Luijendijk bij Buitenhof, als je het gezien hebt. Het was heel awkward, het was verschrikkelijk. Maar oké, hij heeft een boek geschreven, De Zeven Vinkjes. En dan gaat het dus over als je zeven kenmerken eigenlijk hebt, dan sta je heel hoog in die hiërarchie. En als je minder of zelfs geen hebt, dan zit je eigenlijk heel laag in die sociale hiërarchie. Zij willen dus eigenlijk die kloof en die ongelijkheid aankaarten. En toen kregen zij eigenlijk backlash, want mensen zeggen, ja, maar jullie zitten hoog in die hiërarchie. Jullie staan juist, jullie hebben dat privilege, dus kunnen jullie je überhaupt wel indenken hoe dat leven van die mensen onderaan die ladder is? Hebben jullie wel een idee? En in het verlengde daarvan kunnen politici, die zo oververtegenwoordigd zijn in die politiek, kunnen die eigenlijk wel beslissen wat er moet gebeuren in beleid voor mensen onderaan die ladder? Want ze hebben helemaal geen inlevingsvermogen, ze weten helemaal niet hoe die mensen leven. Dus mogen dit soort mensen, mag ik eigenlijk wel hier praten met mijn, niet zeven vinkjes, maar wel een aantal, mag ik hier wel iets zeggen over die kloof? Dan ten tweede, toen ik dit opschreef, dacht ik ook, oh, dit is gewoon de universiteitsprogramma erkennen en waarderen, maar oké, ik liet het staan. Waardering, oh ja, dit moet een, waarderen. Ja, dus mensen willen gewaardeerd worden, hè? Ze willen weten van wat is het plekje in de wereld, wat is mijn plekje, ik doe ook belangrijk werk. En een goed voorbeeld was een tijdje geleden, stond in de krant het Mediahuis en van die grote uitgevers, de baas van de kranten eigenlijk, die maakten recordomzetten afgelopen jaar. Nou, dus al de aandeelhouders en de baas en zo, die kregen allemaal extra geld, die kregen bakken met geld. En wat kregen die krantenbezorgers elke ochtend op die fiets door weer en wind? Een mok. Die kregen een mok, een kern. Nou, oké, hier heb je een mok. We maken recordomzet. En dan zegt ook nog iemand in die krant, ja, ik vond het is bijna echt zielig gewoon, terwijl het toch zo goed gaat met die krant. Dat las ik tenminste in de krant. Die man die denkt, ja, dat gaat toch gewoon goed. Hoezo krijg ik alleen een mok? Nou ja, dus daar word je ook gewoon cynisch van. Je denkt, ik doe hartstikke hard werk. Waarom word ik daar niet voor gewaardeerd? En dan tot slot, dit gaat eigenlijk een beetje over wat we net in de vorige presentatie ook hebben gehad, is dat mensen dus eigenlijk een soort perspectief willen. Hè? Dus als we denken aan die maatschappelijke kwetsbaarheid, dan willen mensen dus eigenlijk een soort nieuw collectief of een nieuwe richting waar de wereld naartoe gaat. Of in ieder geval weten wat hun plaatsje wordt in die toekomstige wereld. En ik ben nu dit boek aan het lezen, Hans Boutelier, het Nieuwe Westen. En die heeft het ook eigenlijk over een seculier experiment. Die zegt, ja, we hebben eigenlijk een experiment gedaan. We hebben religie achter ons gelaten, maar er is eigenlijk niets, hij noemt het dan de sociale verbeelding, er is niets voor in de plaats gekomen. Dus daar moeten we iets voor terug hebben eigenlijk. Ja, dus heel kort wat ik leuke praatpunten vind. Wie mag hier eigenlijk over praten? Mensen met privilege, kan dat? Wie bepaalt eigenlijk wat waarde is? Dat had ik nog niet genoemd, maar wat is nou nog wat waard nu? En wie bepaalt dat dan eigenlijk? En tot slot, hebben we een soort collectief nodig? Een nieuwe religie, een nieuw betekenis aan het leven? En hebben mensen dan wel het gevoel dat zij waardering hebben en een plekje in het leven? Bedankt. Dank je wel. Dankjewel, Kita. Wie mag ik het woord geven? Oké. Kita, kun je misschien een soort van voorspelling doen wat de verkiezingsuitslag in Goorlen gaat worden? Volgens mij doen wetenschappers niet zo vaak voorspellingen, maar ik weet ook niet zoveel van Goorlen, eerlijk gezegd. Dus nee, geen idee. Ja, ik woonde dan net een jaar en ik woon eigenlijk gewoon voor mijn gevoel nog steeds in Tilburg. Dus ik heb geen idee wat er in Goorlen gaat gebeuren. Wat wel altijd werkt bij de gemeenteraadsverkiezingen, denk ik beter dan in de landelijke verkiezingen, is gewoon heel duidelijk één speerpunt. En we hadden het er net al even over. En dat is de geluidswal langs de A58.
En dat heeft elke partij in zijn partijprogramma. Dus ja, het maakt eigenlijk niet uit. Oké, heb je enig idee hoeveel arbeiders er in Goorland ook? Heel weinig. Ja. Het is een hele dure gemeente. We zagen al veel VVD-posters hangen. Dus dan zie je ook eigenlijk wel dat daar is ook tot op zekere hoogte een kloof. Mensen vinden het prima als je allemaal in Goorland woont, met uitzondering, nou ja, van ons dan misschien. Dan stem je gewoon VVD, want ja, wat maakt het uit? Je woont in Goorland, je bent helemaal buiten de hele situatie van mensen die niet in Goorland kunnen wonen. Dus VVD is dan the way to go. Oké, maar in de VVD uitzicht je niet zoveel ongenoegen. Precies. Als je dat stemt. Nou, dus dat is wel interessant. Dit is ook nog een goed punt. Eigenlijk misschien heeft Rutte tot op zekere hoogte natuurlijk ook voor zijn eigen positie wel gewoon gelijk. Dus hij is weer opnieuw verkozen. Er zijn heel veel mensen die vinden het wel gewoon prima hoe het nu gaat. Als dit is wat het is, dan is het voor ons prima en daar hoeven we niks mee. En dan is het eigenlijk al interessant om na te denken. Gaat het nou eigenlijk over hoe eerlijk die kloof nog is? Maar je zou ook een soort individualistisch of gewoon, egoïstisch standpunt in kunnen nemen. Ooit is dat ook zo geweest met hoe de welvaartsstaat bijvoorbeeld voor een gedeelte in ieder geval is opgebouwd. Dat mensen gewoon dachten, ja, we moeten mensen wel een beetje tevreden houden, want anders krijg je gewoon conflict, dan komt er onrust. Dus zelfs als je het niet doet omdat het gewoon zo oneerlijk is, dan kan je ook nog zeggen van nou, we stemmen op een partij die wel wat aan die kloof doet, want anders dan wordt het één grote chaos. En toen was Andreas, klopt dat? Hè? Ja, klopt, ja. Ja, ik had een vraag of je ook inkomen had meegenomen in je onderzoek. Want het ging nu eigenlijk vooral over opleidingsniveau. Maar bijvoorbeeld als je, ik neem aan zeg maar, dat als je gewoon sociologie hebt gestudeerd zoals jij, dan ga je waarschijnlijk minder verdienen dan een ZZP-loodgieter. En dan kun je als socioloog kun je waarschijnlijk niet in Amsterdam gaan wonen en je kinderen naar het Vossius Gymnasium doen. En als ZZP-loodgieter kun je dat waarschijnlijk wel, want dan verdien je gewoon een ton. Dus is daar ook nog een soort van verhouding mee, want dan kun je ook wel je eigen bubbel creëren, denk ik, als je helemaal zo verdient. Ja, goed punt. Ja, inderdaad. Dus vaak denken mensen ook van ja, lager opleiding is dus lager inkomen en vice versa. En dan zie je ook inderdaad bij heel veel van dat soort technische dingen is dat helemaal niet zo. Maar daar zit dus wel dat stukje waardering en eigenlijk cultuur zeg maar in. Dus bij heel veel dingen is ook bijvoorbeeld dat politiek vertrouwen en waar is die kloof nou eigenlijk op gebaseerd, is voor een steeds groter gedeelte eigenlijk een cultureel aspect. En dan hebben mensen die bijvoorbeeld loodgieter zijn of nog steeds heel veel verdienen omdat ze bijvoorbeeld meubelmaker of zoiets zijn, dat die nog steeds het gevoel hebben dat hun baan eigenlijk niet gerespecteerd wordt. Of dat mensen eigenlijk geen waarde meer hechten aan die soort arbeid. Of misschien, het is ook wel weer interessant om over na te denken, want het komt ook wel weer een beetje terug of zo. Mensen willen nu allemaal weer een bamboetafel die handgemaakt is met gaten erin en zo. Dus misschien dat het wel weer terugkomt. Maar in ieder geval is het vooral cultureel ook en niet per se gelinkt aan inkomen. Ons panel, heeft die nog iets in te brengen? Peter. Wat is een bamboetafel in godsnaam? Ik zat er echt helemaal. Gewoon van hout uit de tropen en dan maak je dat met de hand. Ja, ben je gewoon zoiets. Ja. Dat wil iedereen nu. Gewoon dingen die handgemaakt zijn en die uniek zijn. Want dat was het. Dat was het. Nou ja, kijk, ik had er nog wel één. In het begin zei je, dat die kloof, hè, dus dat er allerlei onderzoek is geweest, wat in feite laat zien dat die hoger en lager opgeleiden niet steeds meer van elkaar zijn gaan verschillen in politiek vertrouwen ook, hè, geloof ik. Ja, dan wel. Maar, ieder geval. Ik zat me eigenlijk af te vragen hoe dat werkt. Hè, want je ziet wel tegelijkertijd hebben we. In de wetenschap zijn er heel veel mensen die boeken zijn gaan schrijven over de diplomademocratie. En je hebt allerlei mensen die hebben hun mond vol constant over de groeiende kloof. Hè. Hoe is dat mogelijk? Wat verklaart dat? Is jouw analyse die je hier laat zien over dat conflictdenken, verklaart dat ook? Dat we steeds meer daarover hebben? Of hoe zit dat?
Ja, ik denk dus voor een gedeelte inderdaad wel. En dan vooral nog dat stapje daarvoor, wat eigenlijk die identiteit is. Dus nu word je ook helemaal doodgegooid met identiteitspolitiek en allemaal dat soort dingen. Maar er zit echt wel wat in. Dus het punt is eigenlijk, denk ik, dat mensen steeds meer zitten op wat is mijn identiteit? En daar zit eigenlijk een soort loop in, om het zo maar te zeggen. Dus hoe meer je je identificeert met een groep, hoe meer je dat bij zij denken creëert. En hoe meer je dus verschillen gaat zien die er misschien niet zijn. En die verschillen die je denkt dat er zijn, die versterken op den duur ook weer die identiteit. Dus ik denk dat er heel veel aandacht wordt besteed, ook in media en politiek, eigenlijk aan die extreme meningen, aan de zijkant eigenlijk. En nou ja, dan zie je ook weer bijvoorbeeld de populariteit van Rutte, dat er eigenlijk een hele groep mensen is die heel stabiel is in wat ze eigenlijk vinden. En dat juist die percepties van verschillen sterker worden dan die echte verschillen. En dat zelfs juist als je het hebt over bijvoorbeeld meer traditionele dingen, dus die voortkomen uit religie. Wat denken we van abortus of homoseksualiteit of vrijheid van meningsuiting, niet per se religie, maar dat soort meer traditionele dingen hebben wij dan genoemd. Daar groeien die groepen zelfs naar elkaar toe. Dus de samenleving wordt eigenlijk op heel veel zaken juist homogene in hoe we denken. We vinden steeds meer hetzelfde over allemaal dingen. Maar dat idee lijkt juist andersom te zijn. Het lijkt juist alsof we steeds meer oneens zijn. En ik denk echt dat dat komt hoe dat debat in beeld wordt gebracht. Want in werkelijkheid is dat dus gewoon echt niet zo. Oké. Okay. Maar zo'n lezing als dit dan, hoe draagt dat bij aan die onderlinge verschillen? Nou, niet zo veel. Ik hoop dat jullie nu denken van ja, nou, dan ben je weer met iemand in discussie en dan zegt iemand, nou, die polarisatie, dat is wel echt erg, hè? En dat jullie dan zeggen, nou, eigenlijk is dat dus helemaal niet zo. Nou ja, nee, maar wel, dus dit is ook weer moeilijk, hè? Hoe kan je dit doorbreken eigenlijk? Je wil dus eigenlijk dat je die loop van die versterking van die identiteit en van dat zien van die verschillen eigenlijk doorbreekt. En ik denk, het is ook weer een soort standaard iets, maar ik denk echt dat dit werkt, dat je altijd ziet als je iemand tegenkomt waar je vooroordelen over hebt of waar je al helemaal een beeld over hebt hoe diegene is, dat je dan altijd als je diegene ontmoet of je hebt daarmee gepraat, dat mensen dan altijd zeggen van, ah ja, viel eigenlijk wel mee of oh, die was eigenlijk wel leuk of oh, dat had ik helemaal niet gedacht. Dat die mensen, je moet juist zorgen dat vooral ook die hoge opgeleiden, dat die zich niet te ver afzonderen en eigenlijk ook de lage opgeleiden die zich steeds meer afzonderen en buiten de samenleving geplaatst voelen, dat die, we moeten zorgen dat die zich niet te veel daarbuiten zetten, zodat ze nog wel elkaar tegenkomen en dat dat idee van dat wij zij niet te sterk wordt. Dat is de laatste 2 jaar natuurlijk niet goed gelukt, hè? Die vermenging, zeg maar. Nee, helemaal niet. Het wordt alleen maar erger. Ja. Ja. Oké, dus ook daar toch weer werk aan de winkel. Mag ik nog iemand het woord geven? Ja. Noem even je naam, als je wil. Ja, ik ben Glenn. Ik had een vraag. Ik hoor je zeggen dat vooral de hoogopgeleiden zich dan buiten een eigen bubbel creëren. Maar zie je dat dan ook voor terug in de politiek? De mensen die dan in de politiek bedrijven, dus dan meestal hoog opgeleide, zitten die dan ook in hun eigen bubbel, wat dat betreft, en ja. Sluiten ze daarmee dan misschien juist die laag opgeleide die dan zeggen van dat het allemaal zo verschrikkelijk is, ook echt uit, zie je dat daar ook heel erg in terug? Ja, dank je. Ik denk het wel. Sowieso zijn dus die hoger opgeleide oververtegenwoordigd in de politiek. Daar zie je bijna alleen maar hoger opgeleide. En nu weet ik niet de opleiding van Caroline van der Plas, maar zij is wel een beetje de personificatie van dat mensen eigenlijk denken, oh ja, zij is echt, misschien nu ook al niet meer, maar dat ze het gevoel hebben dat zij dan misschien iets representeert wat dan de normale burger zou moeten zijn. Maar ik denk zeker wel dat in een politiek daar ook een soort uitsluiting plaatsvindt. Omdat mensen ook denken van ja, hier pas ik bijvoorbeeld helemaal niet in. Waarom zou ik eigenlijk de politiek in gaan? Dit is helemaal niet mijn wereldje. En nogmaals, je ziet het ook aan waar mensen dus op stemmen. Dat er heel veel mensen helemaal niet bezig zijn met die kloof. En ergens zou je ook kunnen zeggen, ja, waarom zouden ze ook? Als het voor die mensen eigenlijk gewoon prima is.
Dus je kan wel zoals Rutte een soort praatpunt, als er dan weer verkiezingen zijn, dat je dan denkt, nou ja, oké, ik moet weer even zeggen hoe gaaf en lief en leuk en hoe positief ik allemaal wel niet ben. Maar eigenlijk in beleid zie je niet dat daar ook de mensen, dat iedereen daarbij wordt ingesloten. Dus ja, ik denk zeker dat je ziet dat in politiek ook die uitsluiting eigenlijk plaatsvindt. Dankjewel, Kita, voor je bijdrage. Ja, dan is het woord weer aan onze campusdichter Treintje van der Wouw. Zij heeft iets te zeggen over de zondebok. De zondebok. Opgefokt. Doorgefokt. In het nauw gedreven door zijn hoeders, door diezelfde hoeders uitgelokt. Vastgebonden aan zijn poten. Ren maar, roepen zij. Ga dan, zeiden zij. Hoe moet ik rennen, dacht hij, wanneer jullie de knopen legden. Maar ik zal loskomen, los van deze maatschappelijke stramine, los van de knopen en de striemen. Maar waar hij ook is, waar hij ook gaan wilt, voelt hij de kaders. Hoe voelt vrij zijn voor de zondebok als het de maatschappij is dat dient als hok en één vooroordeel gebaseerd is op één vlok? De zondebok. Was meer een dier voor een ander klimaat, luidde het. Hoorde hier niet. Was hier toch voor een reden? Bezette al uw huizen en uw banen. Het gras was toch groener hier en de stenen hadden. Maak je nooit meer druk. De zondebok. Dienend als reden voor jouw ongeluk. Nee, zondebokken gaan ze nergens. En lopen niet op vier poten, hooguit op hun tenen. Zondebokken staan niet op zichzelf, maar zijn verkozen, gekozen en tentoongesteld. Zondebokken zitten niet in hokken, maar mogen loslopen, mits binnen jouw maatschappelijke kaders. De zondebok is mens. Stop geen zondebok in jouw kooi vol problemen. Zoek de sleutel in je eigen beslissingen, politieke keuzes en je privileges. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Treintje. Sta ik nog aan? Ja, oké. Okay. Goed. Tim, jij gaat zo dadelijk aanstaan. Tim is universitair hoofddocent aan het departement Sociologie. Hij coördineert de Jean Monnet Center of Excellence of European Value Studies. En hij is ook programmadirecteur van de European Value Studies in Nederland. En we hebben Tim gevraagd, omdat hij bovenop die flinke bubbel met data zit, of hij kon kijken naar de waardeverschillen tussen Oekraïners, Nederlanders of misschien West-Europeanen en Russen. We zijn benieuwd wat daar is uitgekomen. Dankjewel, Has. Je moet natuurlijk wel oppassen als het gaat over hoogopgeleiden die in hun eigen bubbel zitten, hè, zoals je me een klein beetje aankondigt. Maar het is inderdaad dus op een berg data over wat Europeanen denken, wat Europeanen belangrijk vinden. En dat is gebundeld in de European Value Study, iets waar dat Tilburg eigenlijk al decennia lang in meegaat, iets waar dat jullie misschien al mee vertrouwd zijn. Indien niet, dan is het toch wel de bedoeling om er eigenlijk de komende 3 jaar jullie toch wel van tijd tot tijd en hopelijk tezamen met Has jullie mee te confronteren, want inderdaad dat Jean Monnet Center of Excellence heeft als doelstelling om de relatie tussen waardeopvattingen en beleid op politieke maatschappelijke thema's zoals sustainability, migratie en die smeer toch wat uit te lichten. Maar inderdaad, Has had mij gevraagd van ja, kan je misschien iets vertellen over Oekraïne op basis van de EVS? En net zoals Kees begon in zijn presentatie, Kees begon van ik ben geen expert over Oekraïne, ik moet eigenlijk hetzelfde vertellen. Ik ben ook geen expert over Oekraïne, maar ik weet wel iets of wat over waardeverschillen en gelijkenissen in Europa. Dus ik ben even in die data gedoken van in de European Value Study, op basis ook van bestaande inzichten uit de literatuur over wat dat eigenlijk verschillen zijn binnen Europa, wat dat gelijkenissen zijn binnen Europa,
over bestaande waarden en opvattingen. En wat weten we daar nu uiteindelijk over? Ja, de insteek van het verhaal is weer al een van die leukere, minder leuke eigenlijk, persconferenties de afgelopen weken, waarbij dat Poetin zijn aanval, of het was niet zijn aanval, maar de aanhechting in Donbass, de inval in Donbass en Luhansk verdedigde. Hij zei van ja, sinds time immemorial, het is ook wat Kees al verteld heeft, hij beschouwt eigenlijk Rusland, Wit-Rusland, Belarus en Oekraïne eigenlijk tot één geheel, tot één culturele gemeenschap. Als je naar mijn colleges komt in het tweede jaar van de Bachelor Sociologie, dan heb je misschien het woord primordialisme gehoord. Het idee in de natiestaatvorming dat de natiestaat, de grenzen van de natiestaat, moeten eigenlijk samenvallen met die culturele eenheid. En met die, het idee dat de natiestaat, dat is een cultuur, dat is een bloedband. En die, de grenzen van dat territorium, van die cultuur, dat is eigenlijk die natiestaat. Dus dat is de idee van Poetin, wat hij opnieuw probeert tot uiting te brengen. Eén groot Rusland te creëren en daardoor misschien, het kan misschien zijn dat hij andere motieven heeft, maar hij stelt dat een van de redenen om Oekraïne binnen te vallen is die immemorial, since time immemorial, the people living in the southwest of what has been historically been Russian land, Oekraïne, hij wil het opnieuw aanhechten. Maar daartegenover had jij ook een heel interessant idee van Ursula von der Leyen. Op die bewuste zondag gaf ze een interview op Euronews. Interview dat het is vrij kort, maar het valt echt te bekijken via YouTube. En ze zei van ja, er is nogal vrij veel samenwerking tussen Europa. Sta ik trouwens in de weg? Oké. Vrij veel samenwerking tussen Europa en tussen Oekraïne. En eigenlijk zijn ze van de vuist. En dan is de vraag van ja, maar waar heeft Ursula von der Leyen het uiteindelijk over? Want ja, als we kijken naar wat we eigenlijk weten over hoe dat waarde opvattingen over Europa verdeeld zijn, dan vroeg ik me af van, ja, maar klopt dat nu eigenlijk? Wat bedoelt ze nu met die, ja, ze zijn one of us? Moeten ze deel uitmaken van de Europese Unie? Moeten ze dat niet? Wat zijn de voorwaarden voor uitbreiding? Vandaag ook een heel kamerdebat, waarbij dat Hoekstra en Rutte aan bod kwamen, waarbij dat er ook spanningen waren tussen partijen, GroenLinks en D66, die willen een opening bieden voor uitbreiding van de EU met de Oekraïne. Andere partijen, zoals de VVD, die zijn er toch wat terughoudender in. Dus de vraag is van ja, waar is dat nu uiteindelijk op gebaseerd? Maar in de idee van natiestaatvorming valt daar ook wel iets over te vertellen, het constructivism. Dat natiestaten, het Europese project, dat is eigenlijk een imagined community. Dus Europeanen, we kennen elkaar niet allemaal. We reizen misschien wel eens naar Spanje en misschien eens naar Verwegistan, Kroatië, Finland en misschien ook wel naar Oekraïne geweest. België, zeer ver weg, inderdaad. Misschien zelfs Amsterdam. In elk geval, we kennen niet iedereen, maar we identificeren ons uiteindelijk wel met misschien de Europeaan. En ja, Ursula von der Leyen zegt van oké, ze zijn one of us, maar wat bedoelt ze daar nu uiteindelijk mee? Is het een economische samenwerking, politieke samenwerking, of is het ook wel zo dat er toch wel bepaalde waarden gedeeld worden tussen Oekraïne en uiteindelijk de Europese landen? En daarom ben ik uiteindelijk eens een keertje in de data gedoken, enerzijds, maar ook de literatuur geraadpleegd. En mensen die onderzoek doen naar waarden, die komen vaak deze mooie, heel erg mooie, abstracte plaatjes tegen. De values map van Ronald Engelhardt en Chris Weltzijl, waar dat ze landen weergeven op een assenstelsel. Enerzijds heb je survival values, dus overlevingswaarden. Waarden die mensen belangrijk vinden wanneer dat ze worden geconfronteerd met onzekerheid eigenlijk. Overlevingswaarden enerzijds. En aan de andere kant van die as, de self-expression values, wat eigenlijk waarden zijn van tolerantie, inclusiviteit, individualiteit. Dus dat is de ene as op de x-as. Aan de andere kant heb je traditionele waarden op de y-as. De assen, traditionele waarden enerzijds en seculiere waarden, van God los, om het zo te zeggen, dat is de andere end van het continuum. En als we eigenlijk kijken naar die verdeling van de map of the world, dan zien we eigenlijk, het is nogal vrij interessant, want Engelhardt, die afgelopen jaar ook van ons heen is, of vorig jaar ook van ons heen is gegaan, die op basis van zeer abstracte analyses, gaat clusteranalyse, factoranalyse en scalingtechnieken aan te pas, probeert hij eigenlijk heel de wereld op basis van de World Value Study in te delen in dat assenstelsel. Ja, je hebt hier Protestants Europa, je hebt hier
katholiek Europa en je hebt hier ook orthodox Europa. En als je kijkt naar, ja, je ziet het niet goed hier, maar hier staat Oekraïne en hier heb je Rusland. En als je denkt, oeh, die liggen nog vrij dicht bij elkaar. Dus als Ursula von der Leyen zegt van ja, kijk, het is one of us, maar welke landen gaat ze dan uiteindelijk vergelijken? Het dichtstbijzijnde is misschien Hongarije, ook vrij gecontesteerd land deze dagen. Je hebt Litouwen, Slowakije, landen zoals Zweden, Denemarken, Noorwegen en Nederland zitten eigenlijk aan dat hele andere eind van dat spectrum. Ook interessant is dat je ook naast die orthodoxe cluster hier, de rode landen, heb je ook nog de post-communist lijn, ook vrij abstract geverfd op zijn mapje. De kunstenaar, het is inderdaad nogal een vrij artificiële map. Het is allemaal, er zit wel iets achter, maar de verdeling is niet altijd even rechtlijnig, om het zo te zeggen. Maar ook hier zit er weer een bepaalde theorie achter. Ja, als je Engelhard leest, hij begon eigenlijk dat lineaire denken van oké, samenlevingen, wanneer dat ze blootgesteld worden aan meer materiële welvaart, dan gaan ze meer verschuiven richting postmateriële waarden. Dus ze gaan meer verschuiven richting inclusiviteit, tolerantie. Maar daar is hij eigenlijk eind jaren 90 ook wat op teruggekomen. Hij zei van ja, die economische welvaart, dat is belangrijk. Maar landen kunnen niet echt loskomen van hun cultuur. Er is nog altijd padafhankelijkheid. Het is niet noodzakelijk zo dat wanneer dat orthodoxe landen worden blootgesteld aan materiële welvaart, dat ze ineens richting dat protestantse Europa gaan bewegen. Er is nog altijd een deel van padafhankelijkheid. De culturele invloed die ook bepaalt de positie van die landen. Dus dat is enerzijds wat we eigenlijk weten uit de literatuur over hoe dat Rusland en Oekraïne van elkaar verschillen of eigenlijk dicht bij elkaar liggen. Enerzijds op basis van dat bestaand onderzoek van Engelhard en Weltzel nogal vrij dicht bij elkaar behoren. Een ander deel uit de literatuur is de botsende beschavingen. Inzichten van Samuel Huntington, waar dat eigenlijk hij zegt dat in de toekomst zal politiek conflict meer en meer uitgevochten worden op basis van beschavingen. Voorheen zei hij, keken naar de botsing van ideologieën, het communisme tegenover de markteconomie. Bij de val van het IJzeren Gordijn verviel die strijd eigenlijk. En hij zegt van ja, in de toekomst zal je meer en meer politiek conflict hebben op basis van die tegenstellingen tussen beschavingen. Islam, christendom, de hindoe-beschaving, je hebt Japan, Latijns-Amerika. Al die beschavingen, die grootste culturele eenheden, die botsen. Die hebben verschillende wereldvisies, verschillende wereldbeelden en dat is moeilijk met elkaar te rijmen. Dat gaat economische uitwisseling te boven. En dat zal zich in de toekomst meer en meer uiten in politiek conflict. Als je kijkt naar hoe dat uitwerkt voor Oekraïne, dan zie je dat die scheidslijn, enerzijds heb je de west-christelijke gedeelte, de grens, tussen dat west-christelijke gedeelte en het oost-orthodoxe Christianity en islam. Dat vormt eigenlijk de grens met Rusland in het noorden. En dat gaat eigenlijk dwars door Belarus en door Oekraïne heen. En dat zijn nog altijd, je hoort ook wel eens vaker, dat ook Oekraïne geen homogeen geheel is. Dat je met die scheidslijn zit tussen enerzijds het oosten en anderzijds meer het westen, zoals steden zoals Lviv en zo. Ja, inderdaad. Dus je ziet echt... dus we hebben toch wel Oekraïne-experten onder ons. Maar in elk geval, je zit nog altijd met die botsende beschaving. Een grens, artificiële grens weer al, zoals Samuel Huntington, die ook al eigenlijk weergeven in zijn onderzoek in de jaren 90. Een grens die eigenlijk al sinds 1500, artificiële grens, die toch al sinds 1500 doorheen Europa loopt, zogezegd. Ik ben geen historicus, ik ben ook geen Oekraïne-expert, maar ik weet wel iets van data op basis van de European Value Study. Dus ik dacht, dankzij Haas, doe eens iets met die data. Dus ik ben er eigenlijk naar gaan kijken. En ik heb geprobeerd om een consistent verhaal naar voren te brengen. En daarom gekeken van, oké, hoe positioneert Oekraïne zich in termen van waarde in vergelijking met de buurlanden, zoals enerzijds natuurlijk Rusland, maar ook die andere broer, Belarus,
maar ook, ook Polen, dichtstbijzijnde buur. En natuurlijk, altijd handig, een vergelijkend onderzoek, Nederland. Dus we gaan het niet hebben over bestaande regionale verschillen. Dat onderscheid tussen de oostelijke provincies en de westelijke provincies. Wat je ook wel kan doen met die European Value Study data. We gaan ook niet kijken naar generationele verschillen. Wat ook zeer interessant is om te kijken. Van, is het zo dat die jongere generaties inderdaad progressievere waarden hebben dan de oudere generaties? Dat is misschien nog voer voor toekomstig onderzoek, maar niet voor deze korte presentatie. En we kijken naar relevante opvattingen, dus weer al, als je de EVS erbij betrekt, dan kan je van duizenden, nee niet duizenden één, maar toch wel 101 verschillende dimensies gaan bekijken. We kijken naar enkele self-expression values, maar ook naar politieke opvattingen, die toch enkele relevante verschillen tussen Oekraïne en de buurlanden kan verklaren. Dus ja, we hebben er juist al de, ja, ik verwijs naar jou, ik wil niet zeggen dat je de patriarch van Moskou bent, maar Kees had het gehad over die uitspraak van de patriarch van Moskou, Kirill. Die bijvoorbeeld zegt van ja, kijk, dit conflict is allemaal toe te wijzen op het feit dat er een gay pride heeft plaatsgehad in Kiev. Kan misschien wel goed zijn, maar als je kijkt naar hoe dat Oekraïners in het algemeen denken over homoseksualiteit, en de EVS is dan een vraag van ja, in welke mate vind je homoseksualiteit eigenlijk rechtvaardigd? Ja, dan valt dat eigenlijk best wel tegen. Hè? Het is niet het meest progressieve land van het Europese continent. Nee, het zit er eigenlijk vrij ver van. Eigenlijk tezamen met Rusland. Nogal vrij negatief tegenover homoseksualiteit. Nederland daarentegen is vrij progressief. Je hebt hier natuurlijk wel meer dan één gay pride, dus het Sodom en Gomorra van de westerse wereld, daar zitten we nu uiteindelijk in. Maar wat ook interessant is, is dat Polen, Polen die, we denken allemaal van ja, Polen en de rechtsstaat, Hongarije, ja, daar staan ze nogal vrij negatief tegenover homoseksualiteit. Dat klopt ook wel zo. Ze zitten onder de gemiddelde schaalwaarde. Maar nog altijd zijn ze daar best wel progressiever in vergelijking met Rusland of Oekraïne. Dus weer al de vraag van, oké, in welke mate is Oekraïne one of us? Ja, vrij ver af van Nederland. Iets dichter bij Polen. Maar de kloof tussen Polen en Nederland, ja, dat is ook nog wel vrij groot. Dus... Oké, voor welke one of us, wie zijn eigenlijk die us, dat is natuurlijk ook nogal vrij discutabel. Dus ja, je kunt die analyse eigenlijk uitdoen over andere opvattingen ook, religiositeit, genderopvattingen. Je zult merken dat er best wel een kloof bestaat tussen West-Europa en Oekraïne. Dat valt niet echt te ontkennen. Maar interessanter is natuurlijk ook, als het gaat over politieke houdingen, politieke opvattingen, zien we daar toch wel iets dat, waarbij dat Oekraïners misschien toch wel iets meer richting Europa neigen dan de gemiddelde Rus. En ja, daar valt eigenlijk wel iets over te vertellen. Als je kijkt naar hoe belangrijk vinden Oekraïners en hoe belangrijk vinden Russen en Nederlanders het om in een democratie te leven. Ja, eigenlijk is het interessant, want Polen en ook Rusland, Nederland, ik moet oppassen met wat ik zeg, maar Polen en Nederland die vinden het vrij belangrijk om in een democratie te leven, eigenlijk Europa. Europeanen waarderen democratieën ontzettend hoog. Maar als je kijkt naar de andere landen, zie je toch wel dat de Oekraïne er net iets achteraan hinkelt. Ook zij vinden democratie belangrijk, net iets minder. Russen, gemiddeld genomen, vinden het ook wel belangrijk. Maar van al de landen die we eigenlijk hier naar voren lichten, vinden ze democratie net iets minder belangrijk. Het is een schaal van 1 tot 10. Dus Russen zitten gemiddeld boven het schaalgemiddelde. Maar van alle landen onderzocht, hier bengelen ze toch wel aan het einde van het lijstje. Maar anderzijds, als je kijkt van enerzijds heb je van hoe belangrijk vind je het om in een democratie te leven, dan zie je dat Oekraïners dat best wel belangrijk vinden. Maar anderzijds zijn ze ook wel vrij ontevreden met het huidige politieke systeem. En deze dagen wordt er wel verteld dat Zelensky populair is, en we zien hem vaak via de TikToks en de Instagrams en alle Facebook-pagina's voorbij komen, alle filmpjes. Maar, zoals ook al bekend is, hij had ook vrij veel moeite. Het politieke systeem in Oekraïne is ook niet zo elegant, om het zo te zeggen. Hij krijgt de boel, wat betreft corruptie, kreeg hij ook niet echt op orde. Dus er borrelde zelf intern ook wel iets in het land. Dus Oekraïners waren niet tevreden met het huidige politieke bestel. Dus daar valt eigenlijk ook wel iets te vertellen. Maar hoe kan Europa daar uiteindelijk een uitweg op bieden? De vraag is, in welke mate heb je vertrouwen in de EU? Wat op zich wel een interessante vraag is, want Rusland, surprise, surprise, zit niet in de EU. Oekraïne evenmin. Het wordt nu misschien wel
verteld van misschien moeten ze moeten ze aanhechten bij de EU. En als je kijkt naar de vraag in welke mate heeft u vertrouwen in de EU, ja, dan is het eigenlijk zo dat Polen... Ja, Polen en Oekraïne die hebben eigenlijk meer vertrouwen in de EU, in de Europese Unie, dan Nederlanders. Op zich vrij verrassend, maar het is wel zo. Ja, Russen natuurlijk, hè, niet echt, bengelen aan het einde van de staart. Zijn ook geen lid, net zoals Oekraïne, maar het is wel interessant dat, ook al zijn beide niet lid van de EU, nog altijd zie je dat Oekraïners toch wel meer vertrouwen hebben in de EU. En dat zie je eigenlijk ook min of meer terug op een schaal van ja, welke mate voelt u zich verbonden met Europa. Dus Nederlanders en ook Polen, die voelen zich relatief genomen, op een schaal van 1 tot 4, voelen zich relatief genomen erg verbonden met Europa. Het gaat niet over de Europese Unie, het gaat over Europa. Oekraïne bengelt daar iets achteraan. En Rusland voelt zich eigenlijk helemaal niet verbonden met Europa. Dus je ziet eigenlijk toch wel, dat wat betreft de houdingen en attitudes, zie je toch wel dat er verschillen zijn tussen, of gelijkenissen eigenlijk, tussen Oekraïne en Rusland, als het gaat over die moraliteit, waarden en opvattingen. Maar als het dan gaat over de politiek, hoe dat de politiek gepercipieerd wordt, dan zie je dat Oekraïners vinden een democratieleven wel belangrijk. Ze zijn echt ontevreden met het politiek systeem al daar. En voor antwoorden op de problemen lijken ze toch wel min of meer richting Europa te kijken. Dus wat dat betreft, het is allemaal een vrij complex verhaal. Maar de wereld is nu eenmaal complex. Het feit, de vraag van oké, is Oekraïne eigenlijk one of us? Ja, op basis van die IVS lijkt dat toch wel een vrij moeilijk te verdedigen verhaal te zijn. Zijn we lekker mee. Echt, hè? Dankjewel. Oh. Dankjewel, Tim. Ik kon niet zeggen, want ik heb hier Plamen Akeliski staan en op zich is dat ook wel een interessant verhaal. Want hij zegt eigenlijk dat als je landen deel laat uitmaken van de EU, dus eigenlijk Europese integratie, dus wanneer Europese integratie leidt ook wel tot integratie van waarden. Dus landen die langer lid zijn van de EU, die bewegen ook versneld richting dat Europese centrum van Nederland, België, Luxemburg, Italië, de stichtende landen van de EU. Ja, sorry dat mijn verhaal misschien wat inconsistent was, maar ik wou eigenlijk dat onderzoek nog wel toevoegen, want ja, de vraag van moeten we dan iets doen met Oekraïne? Als je zegt van oké, de waarden die verschillen, als we ze toevoegen tot de EU, is er misschien een mogelijkheid dat ze misschien toch bewegen richting die Europese waarden? Wel, natuurlijk, causaliteit is altijd een moeilijk verhaal binnen sociaal-wetenschappelijk onderzoek, maar Plamen laat weten dat politieke integratie, het vestigen van een politieke unie, dat leidt ook onder de bevolking tot het verspreiden van die normen en waarden waar dat het Europese project eigenlijk over gaat. Sorry, bedankt nogmaals. Dank je wel. Wie mag ik om een opmerking vragen? Kees, nou, brand maar eens los. Naar aanleiding van jouw laatste opmerking, dan hebben die types als die befaamde patriarch, dus gelijk in die zin dat zij de empirische verwachting hebben, dat wanneer Oekraïne zich meer op de EU gaat oriënteren, dat dan ook de waarden van de Oekraïners richting het Westen gaan verschuiven. Op basis van dat onderzoek zou je dat wel kunnen stellen, ja. Want inderdaad, natuurlijk, Rutte heeft vandaag ook gezegd, we moeten geen versnelde aanhechting hebben van Oekraïne. Natuurlijk, er moeten wat bepaalde voorwaarden voldaan worden. De rechtsstaat, corruptie op orde hebben, dat is natuurlijk een bepaald iets. We kijken naar waarden, dat is altijd iets dubieus geweest in het Europese integratieproces. Maar bepaalde landen in Oost-Europa, Hongarije, Polen, dus dan wat betreft waren eigenlijk ook ver af van die Europese kern. En toch zie je eigenlijk dat ook die landen, want we kijken altijd naar, naar de excessen. Het is net zoals Kita ook verteld heeft. En we krijgen de verhalen binnen van Orbán en van de Poolse leiders. Maar wat de bevolking vindt, dat kunnen we zien op basis van de EVS. En daarin zie je toch wel dat die bevolking eigenlijk ook wel wat progressiever wordt. Ja, dat is ook een uitgebreid onderzoek. Genevieve Superzitski, ja, ik grosseer vanavond in. Weet ik ook niet. Maar die zegt dus dat die Poolse politici dat benadrukken van
anti-homo of dit of dat, is juist omdat onder die bevolking die verschuiving plaatsvindt, toch? Ik kan niet spreken voor de Poolse politici, maar het lijkt me niet echt een... Het is uiteindelijk ook bestaand onderzoek waar we ook mee bezig zijn. Hè. Het feit dat je samenleving beweegt natuurlijk ook. Hè. Ouderen worden blootgesteld met meer progressiviteit. En dat kan verklaren waarom dat populisten juist meer succes hebben. Omdat ze zich afzetten tegen die groeiende progressiviteit, gay pride en ga zo maar voort. Ja, hier Tim. Ja, ik had eigenlijk naar aanleiding van dat tweede plaatje wat u liet zien, met die scheidslijn tussen Oost en West, heeft u in dat onderzoek daar ook rekening mee gehouden, dat zeg maar links van die lijn anders gedacht wordt, even heel kort in de bocht hoor, links van die lijn anders gedacht wordt als rechts van die lijn? Ja, nee, daar heb ik niet mee rekening gehouden, maar je kan het wel doen. Hè. Je hebt in DVS heb je wel de nutsregio's. Waarbij dat steden gegroepeerd zijn op basis van de provincie min of meer, of het gebied. Dus je hebt wel het onderscheid tussen West-Oekraïne en Oost-Oekraïne. Je hebt het centrale gebied, je hebt Kiev als hoofdstedelijk gebied. Dus je kan het wel doen, maar ik heb het op dit moment niet gedaan. Nou, met name omdat in het nieuws zie je dat die separatisten die juist rechts van die scheidslijn zitten. Dus dat is wel heel erg duidelijk. Ja, ik heb er wel eens naar gekeken, gemiddeld bekeken, maar niet substantieel weergegeven in die grafieken. En je ziet wel wat regionale verschillen. Je ziet inderdaad wel dat in de gebieden van Donbass en Luhansk, dat men daar wel wat conservatiever is in vergelijking met het Westen. Maar dat wil niet zeggen dat het Westen volledig progressief is. Ja. Er zijn wel inhoudelijk betekenisvolle verschillen, ja. Goed. Ja? Is de strijd in Oekraïne een culturele strijd? Of is het misschien toch meer een geopolitieke strijd? Ja, dat is moeilijk te vertellen. Je kunt weer al moeilijk in het hoofd kijken van Poetin. Maar als je de verhalen op het front hoort en je hoort hoe dat... als je de verhalen van die strijders hoort en die naar hun moeder of zo bellen, dat ze niet weten welke oorlog dat ze zijn ingejaagd, dat ze moeten vechten tegen hun broeders, om het zo te zeggen. Dan kan je afvragen van, is het eigenlijk een culturele oorlog of is het meer een geopolitiek spelletje waar dat Poetin misschien toch mee bezig is. En vanuit de EU? Of vanuit het Westen? Zou je het ook een culturele strijd durven noemen? Wat bedoel je? Nou ja, goed. Van der Leyen die roept natuurlijk ook van, ze horen bij ons. Maar in hoeverre is dat oprecht? Ik denk toch wel dat het eerder, als je ook merkt, dat het toch wat Poetin onder druk zetten is, dat het zich toch, ik denk niet echt dat het een culturele oorlog is op dit moment. Nee. Lijkt me ook dat eerste interview met von der Leyen, ik denk echt wel dat ze in de eerste plaats sprak over economische en politieke integratie, en dat ze eigenlijk niet echt dacht aan de waarden en normen. Het idee van, als wij Oekraïne erbij betrekken, dan gaan we onze culturele invloedssfeer ook verder doen uitreiken richting het oosten. Volgens mij zijn ze daar helemaal op dit moment niet mee bezig. Oké, dankjewel Tim. Iemand nog een laatste kans? Oh, twee zelfs. Nou, dan gaan we daar nog even langs. Okay, vertel even hierna. Hoi, ik ben Victor. Sap Tim. Ja, hoi. Ik ben een klein beetje benieuwd wat ik er nou precies mee moet. Want je hoort de laatste tijd stemmen opgaan om Polen en Hongarije in ieder geval tekort op EU-subsidies en misschien zelfs helemaal uit de EU te zetten. Ja. En dat komt niet in de plaats door de normen en waarden die zij hebben. Is het nou zo dat Oekraïne toevoegen aan de EU, dat het eigenlijk vraag is om problemen omdat zij nog conservatievere waarden hebben? Of zegt u juist van... Nee, als ze er maar lang genoeg in zitten, dan worden die normen en waarden vanzelf wel meer Europees. Ik wil er zelf heel erg een stelling in nemen. Ik wil er gewoon vaststellen van, hoe zitten die waarden eigenlijk in vergelijking met... Ik probeer u te verleiden om toch iets van stelling te nemen. Maar dat gaat niet lukken. Het gaat niet lukken hoor. Ik bedoel, als je kijkt naar Polen, ook daar kan je zeggen van, je zit met die rechtsstaat, je zit met de politici enerzijds, die ook een aantal dingen op de spits drijven, for whatever reason. Ik kan ook niet in het hoofd van de huidige Poolse en Orbán kijken. Maar de bevolking, het is ook wat dat is. Hè. Je ziet inderdaad dat ze ook afzitten van dat Europese of dat West-Europese centrum. Maar weer al, wat moeten we daar nu in godsnaam mee?
bedoel, dat is uiteindelijk aan mensen zoals von der Leyen en ook de staats- en regeringsleiders. Niet echt von der Leyen, want het is haar bevoegdheid niet. Maar het is mensen als Rutte en Charles Michel en Alexander De Croo en ja, de regeringsleiders om daar soep van te maken. En het zal wel even duren, denk ik. Het zal niet voor morgen zijn. En dan is de eer voor de laatste vraag aan. Ik vroeg me af. Luc. Je moet eerst je naam zeggen. Excuus. Mijn naam is Luc. Dus ik vroeg me af, wat voor signaal geeft het af, het One of Us, naar Turkije, die toch al langere tijd bij de EU wilde? Ja, niet enkel Turkije. Het gaat ook over Servië en Albanië, die ook al lang in een integratieproces zitten. En inderdaad, daarom, als we dan toch echt kleur moeten bekennen, het is eigenlijk niet echt kosher naar die landen, zoals Turkije en Albanië. Montenegro, ik denk dat er nog enkele zijn die al zo lang in gesprekken zijn met Europa. Die al zo lang proberen om een economie op orde te krijgen en toch wat aanpassingen door te voeren in een rechtsstaat om toch wel deel uit te maken van die Europese club. Om zich ineens gepasseerd te zien door de Oekraïne. Hoe erg het conflict daar uiteindelijk ook is. Dankjewel, Tim. Tim Reeskes, Kees de Groot, Peter Achterberg, Kita Muis, Treintje van der Wouw hiervoor. Dankjewel voor al die sociologische inzichten. En waar we op door gaan borduren, uiteraard. Ook hier in de Paradox met het Hartslagcafé. Later in het jaar weer. Dankjewel en tot de volgende keer.